Zondag 11 juni dit jaar 2010. Nog 2,5 uur en dan trappen ze af daar in Zuid-Afrika voor de 19e finale van het wereldkampioenschap tussen Nederland en Spanje. Zijn we al een beetje in de stemming? Ja! Ja, hè, dacht ik ook. De ene laatste uitzending met Johan Derksen, René van der Grijp, Gerald Vanenburg en Ernie Brands. En hij geloofde er vorige week eigenlijk niet in, maar uiteindelijk is het wel goed afgelopen. Gerard Joling, van harte welkom. Gerard, je zit lekker in je tekst vandaag, heb ik begrepen. Je hebt hem opgenomen. Ik moet je zeggen, ik ben er zo zenuwachtig van geworden. Ik heb toch weer een klein papiertje uitgedraaid. Maakt allemaal niet uit. Het komt helemaal goed. Ja, iedereen kent hem. Die band is helemaal super, dus het komt allemaal voor elkaar. Ja, je weet hoe het zit. Je hebt de vuvuzela niet meegebracht, maar roep als je wat vindt. Hè? Nee, het was wel heel jammer. Ik had een prachtig oranje shirt laten maken, maar ze vonden het te veel op het Popstar logo lijken. Kijk, deze zou ik aandoen, dus dat was eigenlijk wel heel jammer. Maar... Ja. Had gekund ook. Ja, had gekund. Bij deze. Ik ben blij dat jullie zo enorm enthousiast zijn. Dankjewel. En ook in deze ene laatste uitzending, terwijl de mussen van het dak vallen, de mensen aan de bademing liggen omdat ze het zo warm hebben, heeft Johan zich nog één keer zomers gekleed. Keurig daar, Johan. Ja, er moet toch één heer aan tafel zitten. Ja, dasje erbij weer. Ja, helemaal niks mis mee. Bij ons aan tafel de verliezend finalist helaas uit 78, Ernie Brands. En de winnend finalist van het EK uit 88, Gerald Vanenburg. Neem ons even mee naar het gevoel vlak voor de finale. Hoe is dat? Ja, dat is geweldig. Je hebt natuurlijk sowieso een hele belangrijke wedstrijd die komt. En op dat moment ben je alleen maar met die wedstrijd bezig. En ja, dat is heel extreem. Dus ik weet wel een beetje hoe ze daar nou naartoe leven. Maar 2,5 uur van tevoren, wat ben je dan aan het doen? Alleen maar aan het bezig met de wedstrijd. Je tegenstanders en je denkt alleen maar aan de wedstrijd. En wat je dan ook denkt, maar constant zit je met het voetbal in je hoofd. Maar vorm van ontspanning is niet meer mogelijk dan bijna. Nou, je moet hem wel zoeken, want het is wel heel erg lang als je daar constant maar mee bezig moet zijn. Maar je probeert toch je ontspanning en je probeert dingen nog een keer op een rijtje te krijgen die je ook op een rijtje moet hebben voor als de dingen in de wedstrijd gebeuren. Dus dat is gewoon altijd het vaste patroon. Je hebt hem in de finale mogen spelen in 78. Hoe was het bij jou, 2,5 uur van tevoren? Ja, toen zaten we in de bus. En iemand had de muziek uitgekozen, dag Wim Rijsbergen. Speciale muziek, maar je bent wel met die wedstrijd bezig. En er komen speciale krachten vrij. Dat voel je gewoon. Dus je bent erg gebrand om te laten zien wat je in je mas hebt. Maar zenuwachtig, opgewonden? Ja, je bent zenuwachtig, ja. Dat verdwijnt gewoon zo gauw de scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd. Ben je dat kwijt, maar voor de wedstrijd ben je erg zenuwachtig, ja. Toilet, de laatste minuten. Sigaretjes ook of niet? Nee, dat was alleen, dacht ik, Jan van Beveren. Voor mij bekend alleen Jan van Beveren die sigaret rookt, maar voor de rest. Nan, ik ga ook niet? Niet voor de wedstrijd. Nee? Niet in de kleedkamer. Jan van Beveren rookt altijd tijdens de rust in de kleedkamer. Maar Van Hanegem er ook wel, had ik begrepen. Van Hanegem ook, ja, maar die gingen dan wel even naar de wc of zo. Ja. Die zaten stiekem te roken dan. Ja, dus dat is helemaal niet zo gek hoor, ook op de wc. Nee. Ja, de een doet het met een sigaar en de ander een sigaretje inderdaad, ja. Maar op een gegeven moment kun je ook niet zoveel meer met elkaar bespreken toch, lijkt me op zo'n moment. 2,5 uur voor een wedstrijd en ben je met jezelf bezig, toch? Nee, je bent met jezelf bezig. En
Ja, je probeert zo goed mogelijk voor de dag te komen. Je bent van alles bezig. Kijk, de informatie die je gekregen hebt, die moet je met z'n allen moet je dat overbrengen. En ja, je praat met spelers. Onderling praat je wel eens van, heb je daar aan gedacht? Wie heb jij nou bij hoekschoppen? Je moet allemaal iemand bij hoekschoppen moet je als directe tegenstander pakken. Ja, wie heb jij? Wie heb jij? Vergeet dat niet. Dus, maar jullie hadden toch niet zoveel informatie in die tijd, begreep ik? Nu weet alles en iedereen van de spelers met video-informatie. Jullie waren toch niet tot in een treurig gebriefd, of wel? Ja, wel. Tuurlijk wel. Ja, toch wel? Ja, ja, zeker. Ook omdat ik begreep dat er eigenlijk iemand mee was. Happel communiceerde niet veel met spelers. Dus het enige wat hij tegen mij zei van, kent u Krankel? Ja. De spelers kregen Krankel. Of de rest kreeg je natuurlijk wel informatie. Maar dat wist je al, waarschijnlijk. Ja, dat wist ik al. Ja. Ja, maar dat is het enige wat hij tegen mij zei. Maar wat maakte die coach zo goed dan? Ernst Happel schijnt tegen niemand bijna wat gezegd te hebben. Vooral veel charisma, straalde veel uit. En hij deed op de trainingskeer een oefening voor. En bekende natuurlijk het bekende cola flesje van de lat. De afschieten, dat deed hij niet één keer, deed hij twee keer achter elkaar. Dat kan toeval zijn, maar je raakt onder indruk. Maar Maradona deed dat ook een paar keer van de week. Afgelopen weken toen werd hier gezegd, ja, maar dat zegt niks natuurlijk. De voetballer is toch niet de trainer. Oké, buiten dat was je tactisch zeer sterk. En het is veel charisma. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ja, ben jij een beetje zenuwachtig, Johan? Ik ben helemaal niet zenuwachtig, want ik heb verleden week Henk de Gier een hand gegeven. En sindsdien is er wat gebeurd en ken ik geen twijfels meer en we worden gewoon wereldkampioen. Dat gevoel is heel sterk. Ja, het is mij ook overkomen nu. Ja? Ja. Je voelt het nu ook? Als jij nog pijntjes hebt, kom vanavond op mijn kamer maar even langs. Ja, hoe is het met je hielspoor dan? Nee, dat was meteen weg. Ik gaf Henk een hand en mijn Achillespees was over. Ja. Ja. René, ja. Zenuwachtig? Nou, ja, nee, niet echt. Maar dat was ik voor een voetbalwedstrijd ook nooit. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Dat is geen stoere praat. Maar de dingen houden mij tot 5 seconden voordat ik ze doe niet bezig. Ook dit niet, of een wedstrijd niet, of een lezing niet. Of, ja. Mensen willen weten. Ik kan je wel druk maken, maar het is vaak voor niks. Of je vanavond in je eentje in alle rust in de president. Ik ga in alle rust ga ik het wedstrijdje kijken. En ik kijk er gewoon naar uit. Ik vind het leuk. Finale van een WK, man. Dat maken we misschien niet meer mee. Ja, dadelijk een keer nog als we in het bejaardenhuis zitten samen. Misschien nog over 20 jaar dat ze nog een keer zoiets spelen. Maar dan krijgen we het niet meer mee waarschijnlijk. Dan kunnen we er ook niet meer over praten. Nee, maar het is ook natuurlijk magisch dat wij nu een tv-programma hebben. En als dat bekroond wordt met een wereldkampioenschap. Ja. Dat maak je ook maar één keer mee. Ja, maar daarom. Dat maak je de euforie is groot. Hè? Er worden allemaal vlaggen gemaakt. Hier is hij volgens mij. Hier staat het op. Oranje wereldkampioen. Andersom, vriend. Oh, ja. Maakt niet uit. Ik kon hem lezen. Zo. Kom maar. Ja, dat snap ik. Nu hebben we er nog niks aan. Kom nou. Nee. Ik heb nog niet zien. Nee. Mag even open. Maar is dit een gode verzoek? Of dit? Oh, kom op. Hier. Nee, ja. Natuurlijk niet. Oh, ja, deze schijnen al in grote getalen aangekocht te zijn. Ja, de Dokkum vlaggencentrale, commercieel op in. Dit is de Faber vlaggencentrale, geloof ik, in Amsterdam. Maar hier, is dit nou de gode verzoek? Of maar kijk, mensen die met commercie bezig zijn, die moeten dit soort gokken nemen. En heb je de 100.000 dat te drukken en ze worden geen wereldkampioen, dan heb je een probleem. Ja, dan trekken we dit shirtje ook weer uit straks natuurlijk. Maar volgens nog gaan we er een beetje geloven. Jan Joost, ben jij een beetje zenuwachtig? Waar zit hij? Hier. Oh, ben jij een beetje zenuwachtig? Ja, ik ben nog net even de zee ingedoken, vlak voor die uitzending om af te koelen. Vanochtend was ik heel erg oké. En nu we er naartoe leven, begin ik me wat meer zorgen te maken. Ik heb echt ook een groot 50-50 gevoel. 50-50? Ja. Het wordt 1-1 en daarna wil ik me graag terugtrekken bij René in de kamer. Ja. Om in alle rust We gaan allemaal bij René kijken. Ja? Ik vind René heel prettig. Ja, met z'n allen bij René kijken, toch? Ja! Nou, dus bij deze afgesproken wordt hartstikke gezellig op die presidential suite van René. Ja, Joost schuift zo meteen ook nog even aan bij ons aan tafel. We gaan eerst kijken naar de stemming daar in Zuid-Afrika. Marcel Meijer daar voor ons aanwezig. Marcel, het laatste nieuws, hoe is het daar? Nou, best gezellig. Bij jullie aan tafel ook zo te horen. Maar hier is het ook, het is echt bijzonder, mag ik wel zeggen. Ik ben net even een beetje rondgelopen, het stadion. Heel erg oranje en heel erg gezellig. En heel veel drank, mag ik wel zeggen. En heb je nog wat gehoord van de laatste ontwikkeling rondom het elftal? Of is daar nog geen nieuws over? Opstellingen of zo? Of? Nee, er is geen nieuws over. Dus, dat weet je natuurlijk. Vlak voor een wedstrijd, eigenlijk op de dag van de wedstrijd, gaat Oranje op slot. Er komt geen nieuws meer uit. Helemaal niks. Alles blijft in de boezem daar. Maar er is niet zo heel veel nieuws te melden ook, denk ik. Hè, want de opstelling is zo goed als bekend. Geen verrassingen daar waarschijnlijk. Het zou mij zeer verbazen in ieder geval. Het zou kunnen dat Van Marwijk nog iets uit de hoge hoed overt. Maar dat denk ik niet. Hoogwaardigheidsbekleders heb je ze al gezien, want ze komen in grote getalen. Zelfs Mandela gaat komen, hè?
Ja, de verwachting is dat Mandela komt. Dat is nog niet helemaal zeker, maar de verwachting is dat hij komt inderdaad. Zijn kleinschoon schijnt dat te hebben aangegeven. Maar hij zou eerst een slaapje gaan doen. En na het slaapje zou hij even gaan kijken hoe hij zich voelde. En of hij zich fit genoeg voelde om richting het stadion te komen. En verder, ja, het is een komen en gaan van hoogwaardigheidsbekleders. Balkenende, Willem-Alexander, Maxima. Ik ben net, weliswaar geen hoogwaardigheidsbekleder, maar Kluivert ook tegengekomen. Dawson Cruz, Shakira, die gaat natuurlijk optreden ook. Nadal, Prinses Gracia. Het is één groot feest met alleen maar bekende mensen. Ja, nou, je zag altijd op dit toernooi heel veel gesproken over de bal. Jij hebt de wedstrijdbal voor de finale bij, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Die heb ik inderdaad. Dus we gaan niet degene die Howard Webb zo direct gebruiken. Maar dit is wel de wedstrijdbal. Dit is de Joe Bulani. Dus niet de Jabulani. Kijk, hier staat Joe Bulani. En dat is natuurlijk omdat het de finale hier in Johannesburg wordt gespeeld. En dit is ook echt de bal, want hij is van goud. De andere was van andere kleur. En je ziet ook hier de spelers, de landen staan. Hier staat Nederland en daar staat Spanje. Dus dit is de bal waar ze zo direct mee gaan spelen. Ja, oranje fans ook daar nog een beetje gesignaleerd. Mensen die helemaal uit hun plaat gaan in het oranje gekleed. Ja, het is echt ongelooflijk. Echt, niemand durft meer om niet in oranje te komen. Alleen ikzelf, geloof ik. Maar voor de rest is echt iedereen in het oranje. Je ziet de meest krankzinnige uitdossingen. Sinterklaas hebben we natuurlijk gezien helemaal in het oranje. Dat was wel vrij grappig. Ja, het is echt lachen, gieren, brullen. Er was iemand met een grote sticker tape. En dan had die Hup Holland Hup stond daarop. En die ging alle mensen die voor Spanje waren, ging hij daarmee ontwikkelen. Ik zag een of andere oud vrouwtje die echt zo ging lopen. Het was echt bijna zielig. Maar ja, heel veel humor. Heel veel humor. Het belooft wat te worden. Marcel, bedankt vanuit Johannesburg. Ja, daar heb jij zin in die sfeer. Hè? Jij vindt het leuk. Ook dat ik in het oranje zit en al die mensen natuurlijk. Dat zie je nee, fijn. Maar ik vind dat iedereen vrij is om zijn eigen feestje te vieren. Maar ik vier mijn feestjes altijd met een stropdas. Ja, maar geen oranje das trouwens. Waarom niet dan? Nee, maar dat is vanavond pas. Als we gewonnen hebben, dan kom ik helemaal in feestkostuum. Hè? Ja, heb jij dat zelf een beetje, Ernie? Ben jij wel een beetje van het juichen? Je bent ook netjes in het wit, maagdelijk wit. Ja, ik heb drie koffers, die zaten nog dicht. En mijn sleuteltje was ik kwijt. Dus allemaal spullen lagen daarin. Dus, nee, die had je meegenomen, niet naar Iran neem ik aan. Ja. Dus, nee, er zaten spullen. Ja. Had ik een paar oranje shotjes, die had ik ook meegenomen. Naar Iran? Ja. Maar je bent toch al in december vorig jaar ontslagen, of niet? Ja, en? Maar heb je die zo lang dichtgezeten? Ja, heb heel lang dichtgezeten. Die zitten nu al 6 maanden dicht, die koffer? Ja, die koffer zit 6 maanden dicht. Hoe, ga je die openmaken? Die heb ik niet opengemaakt. Nee, dat hoeft het niet. Nee, die gaat niet meer open op die koffer ook. Voorlopig niet, nee. Heb jij dat wel een beetje? Ik zie jou ook heel netjes erbij zitten. Nou, ik heb wel een liggen. Wij hadden laatst die Hans van Breukelen hier. En die zat in allemaal oranje dingen en vlaggen enzovoort. Dat zagen we ook op tv laatst bij de NOS. Ja, Hans is wat gekker daarin. Ik heb dat niet zo... Ik ben wel helemaal gek van Nederland zelf. Al. Ik hoop echt dat ze winnen. Maar ik heb niet dat ik... Ik heb al vaak zat aan gaat oranje. Ja. Goed. Maar ook geen zenuwen nu op dit moment voor de wedstrijd van Nederland zelf? Nou ja, ik heb wel... Ik heb dat wel wat meer. Als die wedstrijd dichterbij komt, dan hoop je gewoon dat ze wereldkampioen worden. Klaar. En ze hebben het al 2 keer niet gehaald. Dus je hoopt gewoon dat ze dat nu gewoon worden. Dus er zal wel een bepaalde spanning bij komen. Niet zoals vroeger. Nee, dus kijk hoe het met de fans gesteld is. Hoe daar de spanning leeft. Ja, ik denk dat we een moeilijke wedstrijd krijgen. Ik denk wel dat we hem gaan winnen. Ik ben bang dat het in de verlenging gebeurt. Maar ik hoop niet dat het met penalties is. Want dan krijg ik dan maar rikketik. Ja, ik heb geen idee hoe ik het moet omschrijven. Dit is echt fantastisch. Echt geweldig. Dus ja, ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Ik kijk er heel erg naar uit om erbij te zijn. Ja. I told him we have been to a lot of football matches before, but this is a special one. It's a special day and it's gonna be a special match. And we're gonna win, definitely. Ja, we zagen trouwens net die gouden bal. Ik begrijp dat Van der Wiel op gouden schoenen gaat spelen. Dat Van Marwijk dat goed vindt. Jij bent de man van de schoenen altijd. Kan dat? Van der Wiel wel. Van der Wiel kan het hebben? Ja, Matthijs moet het niet doen. Geen gouden schoenen voor Matthijs? Nee, hij heeft die goud niet. Van Bronckhorst ook niet, maar Van der Wiel mag wel. Dus goedgekeurd bij deze. Ja. Ja. Lekker allemaal, hè? Eens kijken hoe die fans ook denken over de finale zelf. Oh, die komt er zo aan, begrijp ik. Oh, daar komt hij. Dit zijn de Nederlandse fans dus daar al daar. Iedereen heeft nog getracht. Ik begrijp Jan Joost ook om met een vliegtuig daar nog te kunnen... om daar eventueel nog de wedstrijd te kunnen bezoeken. Dat is niet iedereen gelukt. Met deze Nederlandse fans is het dus uiteindelijk wel gelukt... om de finale te gaan bezoeken daar in Johannesburg. Ja, het gaat toch een uniek moment gaan worden allemaal... als je dat mag meemaken.
René zei van de week tegen mij dat hij er zelf niet aan zou moeten denken om daarbij te zitten. Maar ik zou daar zo graag bij zijn. Je hoort dat die mensen die vliegen daar naartoe, die kijken naar de wedstrijd en die vliegen een dag later weer terug. En ik denk, al geven ze me 1000 euro erbij, dan ga ik er nog niet heen. Ja, maar waarom niet dan? Dat is toch geweldig? Ja, maar waarom wel? Ik zit hier toch prima en ik wil helemaal niet tussen die hossende massa inzitten. Maar een wedstrijd die misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit de historie van Nederlands voetbal gaat zijn. Betty Lavette was in Paradiso, daar kon ik niet heen omdat ik hier moest zitten. Dat vind ik veel erger. Die speelt nu op dit moment. Ik ben bang van wel. Ja. En Mike Newbury, hoe gaat het daarmee dan? Nee, dat is nog één die ik mis namelijk. Dus. Mickey Newbury. Mickey Newbury, klassiekers kennen. Ja, maar je hebt hem bij deze genoemd, dus die heb ik ook weer genoteerd. Dat is wel heel leuk. We zijn er bijna, Johan. Dus wat dat betreft, als je hem haalt, dan krijg je... Er stond een meneer voor de deur en die meneer ben ik erg dankbaar. Ik ken die meneer niet, heel aardig meneer. En die had een cadeautje voor me meegenomen. Een stropdas met een foto van Mickey Newbury erop. Die had hij speciaal laten maken, want die zijn natuurlijk niet in de handel. Nee. En zo krijg je hele leuke attenties. Jij hebt een oranje shirt gekregen, zie ik, en ik een mooi stropdas. Ja, de WK heeft veel losgemaakt. Hè? De mensen hebben jou in de armen. Nou, ik weet niet wat ik meemaak, omdat ik in alle stadions moet rennen voor mijn leven. En hier is het een en al gezelligheid. In dat kader kan het mij niet lang genoeg duren. Maar ik ben bang als we morgen weer over Ajax Feyenoord moeten praten. En we geven een mening dat gewoon weer oude tijd de herleven en dat ik weer moet rennen. Ja, wij zaten er ook denken om jou zo'n pop te geven. Dat jij zo'n foto van jou en dan twee armen, dat er steeds andere mensen onder konden gestaan. Ja. Eventueel in de winkel konden laten zitten. Ja, dit is een gouden periode voor mij. Ja, dit is echt een hoogtepuntje inderdaad. Ja. Het WK, het is een bijzonder iets. Daar weet Ernie alles van. Nou ja, goed, jij weet er ook alles van in 1990. Alleen toen werd het allemaal iets minder. Het WK van 1978. We gaan even terug in de tijd met Mattie van Kamman. Ja, het WK van 1978 in Argentinië. Daar spelen deze drie schoenen een grote rol in. Dit is de schoen van Piet Schrijvers, die we hier ook in actie zien. En dit zijn de schoenen van Ernie Brands. Ernie, stijf linksbenig, raakte met deze schoen de knie van Piet Schrijvers, die toen moest uitvallen in de laatste wedstrijd voor de finale tegen Italië. Dat was meteen ook een doelpunt van Ernie Brands in eigen doel. En een zware blessure voor Schrijvers, die dus niet verder kon spelen. En een doelpunt voor Italië. Maar Ernie maakte het meer dan goed, want met diezelfde schoen schoot hij met enorme kracht de gelijkmaker in. Brand scoorde bijna nooit en toen ineens twee keer. Eén keer in eigen doel, één keer in het goede doel. Ja, dat WK in 78, er is achteraf over gezegd dat de prestatie eigenlijk minimaal zo goed was als in 74. Cruijff deed niet meer mee, Van Hanegem deed niet meer mee. Dat waren toch de grote jongens in het Nederlands elftal. En dan toch weer tweede worden met uitzicht op meer. Want als Robbie die bal in de slotminuut erin schiet, zijn we gewoon in 78 al wereldkampioen. De spelers hebben achteraf ook altijd gezegd, die wedstrijd had hij nog een uur geduurd, hadden we nooit meer kunnen winnen. Ik denk dat niet. Wanneer Rensenbrink erin schiet, laat Gonella misschien nog 2 minuten doorspelen, maar het houdt natuurlijk hier op. Maar het was wel een gemiste kans met een minder elftal in 74, maar eigenlijk een fantastische prestatie. Was dat zo, Ernie? Had je nu door kunnen spelen, had je hem nog niet gemaakt dan? Of? Ja, dat weet ik niet. Dat zeggen ze. Maar je weet dat er heel veel gebeurd is daar. Wim Rijsberg is daar toen op het plein geweest met de dwaze moeders. Ja. Ja, je weet de verhalen. Dus kinderen die verdwenen zijn. En door het voetbal wilden alle problemen weer de kop indrukken. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt, denk ik. Jullie kregen het niet echt mee in die periode? Toen we kregen het wel mee. Toch toen we vertrokken vanaf Schiphol al was het... werd er al geprotesteerd. Bloed aan de paal. Ja, bloed aan de paal. Met, maar ter plekke heb je toch niet zoveel ervan kunnen zien, of wel? Jullie zaten lange tijd in... Nee, we hadden ons overal goed weggestopt. We zaten in Mendoza, bij het Andersgebergte. Dat was echt dramatisch. Dat was echt anderhalf uur rijden van de bewoonde wereld. Ja, dat was dramatisch, ja. Rijsberg is toen inderdaad geweest. En toen kon je als speler nog wel gewoon de stad in. Dat was toen nog mogelijk. En dat was heel indrukwekkend. En eigenlijk is dat altijd gebagatelliseerd. Want Amnesty International die had officiële cijfers gegeven dat er dus duizenden mensen verdwenen. Zomaar mensen die een andere politieke mening hadden. En die moeders die protesteerden iedere dag op dat plein. Want die met foto's van hun kinderen die verdwenen waren. En later bleek pas dat er dus 30.000 verdwenen waren. En die piloot die nu daar gevangen zit. Ja. Die schijnt daar aan deelgenomen te hebben. Daar wordt in ieder geval van verdacht. En ik treed in herhaling. Maar ik vind nog steeds dat de vader van Maxima ook een hele verderfelijke rol erin gespeeld heeft. En die maakte deel uit van die regering. Die was politiek verantwoordelijk. En in dat kader vind ik het nog steeds onbegrijpelijk dat die man altijd welkom is in Nederland. Want die heeft 30.000 levens op zijn naam staan. Ja, waarbij hij altijd zegt, ik was de minister van Landbouw en ik weet er niks van. Ja, maar je bent politiek verantwoordelijk als regering zijnde en hij kan nu niet zijn handen in onschuld wassen. Nee. Dat zegt niks over Maxima trouwens hoor, maar...
Je kwam er trouwens in omdat Rijsbergen geblesseerd raakte, ja, toch? Toen? Wim Rijsbergen raakte geblesseerd. Ja, dat was voor jou natuurlijk ook even wennen. Je was in 77 gedebuteerd. Je was nog hartstikke jong, 22. Hoe heb je dat ervaren als zo'n jonge speler? Ja, het was voor mij eigenlijk een soort snoepreisje. Dus Bama die zegt af vlak voor het WK. En daardoor, omdat Zwartkruis mij kende van de militaire elftal, die zei van, ga je tas maar pakken, je kan mee. En hij zegt, als nummer 22 krijg je ook. Ja. Dus maar je moet altijd rekening mee houden natuurlijk dat je toch een keer, want daar train je ook voor. Ik bedoel, je traint niet alleen maar om nummer 22 te zijn, je traint ook om in de basis te komen. En Rijsbergen die viel uit, ja, dan moet je kans pakken. Ja, die pakte. Je bent nog steeds de enige speler die het ooit voor elkaar gekregen heeft op een WK. Aan beide kanten scoren. Ja, aan beide kanten. Ja, ja, dat klopt. Dat is dus een record om trots op te zijn. Ja, dat ben ik ook. Dus, ja. We gaan even terug naar het moment. Ik denk dat zeker de oudere kijkers het kennen, maar de jongere kijkers misschien niet. Hier komt het. Scorend aan beide kanten. Ernie Brands in de wedstrijd tegen Italië. Bettica. Hij scoort. En ik doe het buitenspel. Bettica scoort. Rossi kopt. Wim Jansen kop. En de schitterend schot en het is gelijk. En we staan op 1-1 met een daverend schot. Kijkt u naar de herhaling. 5 minuten in de tweede helft. En het is Ernie Brands die scoorde. Ik krijg er weer kippenvel van. Ik was nog jochie natuurlijk. Maar ja, ik was erbij, maar wij kregen ook kippenvel daar. Hoor. Als ik dit dan weer zie, inderdaad. Ik vond die tweede mooie. Ja, die is inderdaad mooie, ja. Maar toen even later schoot Arie Haan op zo een. Van 30 meter. Jullie speelden trouwens in 2 poolwedstrijden. 2 keer in poolwedstrijden. Want dit is natuurlijk heel anders. Ik denk dat het makkelijk is als je in poolen 2 pools speelt. Was het op dat moment ook? Of waren jullie nog topfit en na zo'n periode? Nee, we waren topfit. Zeker die jonge gasten, Jan Poor, Piet Wilschut, mijn persoontje. We kwamen pas in de laatste gedeelte, zeg maar, vanaf de derde wedstrijd kwamen we in de basis. Ja. En het was heel belangrijk dat ze de basis kwamen, want achter dat hotel daar in de Andes was een voetbalveldje. En als je in de basis stond, dan trainde je relaxed en dan kon je gaan klaverjassen. Maar de wisselspelers die niet gespeeld hadden, die werden door Happel met Jan Zwartkruis naar dat veldje gestuurd. En Jan Zwartkruis die kneep ze dan geweldig af. Hè? En ja, het ergste was natuurlijk, die gasten die kwamen naar die training kijken en er werden opmerkingen gemaakt. En daar was er wel bijna wel een paar knokpartijen uit voortgekomen. Wisselspeler zijn was toen niet leuk. Het mooiste was, we zaten daar in Mendoza. Normaal ben je niet happig dat de pers komt. Maar er was helemaal niks gebleven. Dus we waren altijd blij dat de pers kwam. Dat jij langs kwam? Ja, was reuze blij. Ja. Nou, we hebben er ontzettend gelachen, want hij is zuurbier en nannega. Ja. En dan waren er van die... van die protestgroepen over die politieke situatie. En dan zei Nannega in een interview voor de tv, dat zou niet meer kunnen. Oh, als ze gaan schieten, dan kop ik die kogels gewoon terug, hoor. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, lekkere teksten. Ja, nee, maar dat was in die 70er jaren was dat de voetbalhumor. Hè? Want die jongens maakten zich niet echt druk om de politieke situatie. Dat was een enkeling. Jan Jongbloed heeft in Vrij Nederland toen een dagboek bijgehouden. En dat was heel goed. En Rijsbergen heeft zich erin verdiept. Maar de meeste spelers, en dat begrijp ik ook wel tijdens het toernooi, die distancieerden zich van die politieke situatie. Ja, topvoetbal. En toch, is het waar dat jullie terug moesten naar het hotel voor de rode onderbroek van Ruud Krol, omdat hij hem vergeten was? Of is dat maar een mythe? Dat is mij niet bekend. Jou niet bekend? Nee. Want bijgeloven speelde ook nog in die tijd wel een beetje rol. Het doelpunt van Haan was er wel eentje om niet snel te vergeten. Dat was een soort kanonschot. Misschien als je nog 100 keer schiet, dan gaat het misschien... die van Haan, Adriaan. Ja, dat kan toch haast niet als je dit ziet, René? Hij maakte er 2, hè? Ja, maar tegen Duitsland en eentje tegen Italië maakt een beetje. Je hebt ook zo wel eens zo'n van afstand van PSV. Maar Van Bronckhorst denken dit, hè? Ja. Toevallig met zijn andere been. Bal zwabbert ook een beetje, Gerald, of niet? Zal wel aan de bal hebben gelegen, of niet? Nou, ik vond het wel heel lekker. Maar ik denk die Van Bronckhorst, die heeft ook het moment van zijn leven gehad. En ik hoop dat het nog een keer gebeurt vandaag. Ja, het zou belangrijk zijn inderdaad. Dan die finale. Lig je nog wel eens wakker van die finale of heb je het al uit je systeem gehaald? Want de tweede plaats telt gewoon niet. Dat heb je al gezegd. Ik beschouw het niet als mijn hoogtepunt, hè? Nee, de tweede plaats. Alleen de eerste plaats stelt. Koop je ervoor? Finale plaats in Argentinië? Nee, dat is wel zo. De finale plaats is natuurlijk geweldig. Maar alleen de eerste plaats stelt. De tweede plaats wordt bijna nooit meer over... Nou het WK er is, nou wordt er over gesproken. Maar van normaal gesproken
Hebben ze niet over wereldkampioen of wat dan ook? Nee, dat is zo. Je ziet in Engeland, de Boys of 66, die tellen nog in Engeland. En daarna stel je niks voor. Maar dat, als ze nu vandaag wereldkampioen worden, zijn die jongens nog hun hele leven onsterfelijk en wereldberoemd. En worden legendes. Ja, dat gaf toevallig in beeld vandaag ook aan van der Vaart aan. We kunnen vandaag onsterfelijk worden. We kunnen inderdaad voor altijd in historie gegrift worden. Ja. Dat gevoel moet jij ook een beetje hebben trouwens op jullie. Ja, dat is zo. Maar ik vind WK en EK zit toch wel verschil in. Ik zou het nog veel knapper vinden als ze vandaag wereldkampioen worden. Want het is gewoon hoog aanzien. Klaar. En het zou echt ongelooflijk zijn. Wat dat met Nederland gedaan heeft, was natuurlijk ook al ongelooflijk. Het zelfbewustzijn wat er toen al kwam. Ja, dan moet ik zeggen, dat is zo. Maar ik denk dat als je de wedstrijden ziet, en je ziet bijvoorbeeld al die mensen die zo gek zijn, dat krijg je bijna niet mee op het moment dat je het toernooi speelt. En ik vond het van de week bijvoorbeeld heel mooi, dat die spelers zien wat er hier allemaal aan de gang is. Ja, dat is echt ongelooflijk. En dat hebben wij ook niet echt meegekregen, ondanks het dichterbij was. Ja. Zelfs toen je in Duitsland zat, kon je niet meemaken wat er allemaal gebeurde. Minder. En wat je zegt, ondanks het feit 88 fantastisch, een wereldtitel is niet met elkaar te vergelijken. Nee, vind ik niet. Ook niet voor het Nederlands voetbal aan zich, dat je eindelijk een keer een prijs pakte. Nou, een EK is natuurlijk ongelooflijk knap als je hem pakt, maar het blijft onder een WK staan. Dus dat is nog veel knapper. Ja. Dus, Rensenbrink? Ik blijf het wel onbegrijpelijk vinden. Achteraf gezien, er is natuurlijk heel veel fout gegaan, maar dat jullie 2 jaar later, in 90, toen had je eigenlijk het elftal om wereldkampioen te worden. Toen hebben jullie niets van gebakken, hè? Nee, we hadden het er binnen nog over. Het is natuurlijk wel een heel groot compliment naar de jongens die nu spelen. Want als jij ziet met wat voor beleving die gasten leven en het toernooi tot een goed eind willen brengen, ik denk als wij dat hadden gehad, hadden we verder gekomen. Het was gewoon minder. Ja. En dan moet je gewoon reëel in zijn. Kwalitatief hadden jullie het elftal om wereldkampioen te worden. We hadden echt een heel goed elftal, absoluut. Heb jij nooit bij het gevoel, René, daar had ik ook bij kunnen lopen? Bij bijvoorbeeld 88? Nee, ik heb er geen trauma's aan overgehouden. Maar ik vond het elftal van De Boer en Kluivert. Dat vond ik nog beter, hoor. 98. Met Overmars en Bergkamp, ja. Vond ik nog een beter elftal als wat hun hadden. Die hebben het eigenlijk gewoon een beetje... Zij hadden nog met, niet de nadeel, maar Van Aarlen, Van Tichelen, Erwin Koeman. Maar dat was echt een goed elftal. Met Davids, die hebben later ook allemaal bij hele grote ploegen gespeeld. Ja. Dat is een goed elftal, man. Zijn serieus, hè? Merk je dat ook? Ja, maar we zijn allemaal al met die wedstrijd bezig. Ja. Zijn we ook nog een beetje? Ja, of niet? Ja. Ja. Als jij nog één keer tegen het publiek roept, worden we wereldkampioen, zijn we weer bezig, krijg je een klap. Ja, echt waar? Ja, geef je een klap. We worden wereldkampioen! We gaan even kijken naar Amsterdam, hoe de sfeer daar is, of kan dat nog niet. Even kijken hoe het al een beetje loopt. Ze verwachten al 100.000 mensen vanavond op het Museumplein. En er zijn er al een heleboel zo te zien. Goedemorgen, dokter. Het zit helemaal afgeladen vol daar. Het was ook leuk geweest om daar tussen te zitten, Johan. Hè? Nou, maar dit gaat wel ten koste van onze kijkcijfers, hè? Ja, die 100.000 mensen. Ach, ja. Dan zullen er ook nog een paar voor de tv gaan zitten, denk ik. Ja, het is toch geweldig zoals een land dan kan ontploffen. Moet je eens kijken, man. Goeiedag, zeg. Zo gaaf. En dan moeten we nog 2,5 uur wachten ook. Daar inmiddels 2 uur nog. En toch begrijp ik niet dat mensen dat doen. Want je kunt de wedstrijd nauwelijks volgen. Het is hier een stukje rustig op het strand. Je kunt een plensbui krijgen. Als je een pils wil krijgen, moet je een half uur in de rij staan. En ik zit toch veel liever bij René op de kamer dan. Ja. En dit is Zuid-Afrika. Vlak voor de wedstrijd, 2 uur te gaan. En daar stromen ze natuurlijk ook massaal het stadion binnen. Dus voor meer dan 250 miljoen euro is dat stadion verbouwd uiteindelijk. Dat kun je ook wel zien als je het zo ziet. Ja, daar zijn die mensen in Soweto heel blij mee. Ja, die hebben er wat van gemaakt, hè, uiteindelijk. En zo zitten we inmiddels nog maar, kijk snel, inderdaad 2 uur en 5 minuten voor de aftrap van de finale van het WK 2010. De 19e finale. Dat zal voor het eerst zijn dat een Europees land buiten Europa wereldkampioen gaat worden. Is nog niet eerder voorgekomen. Of Spanje of Nederland. Een van de twee landen gaat wereldkampioen worden. We leven er langzaam zo naartoe. Straks natuurlijk ook nog onder andere Gerard Joling. Jan Joost schuift zo meteen aan. Die neemt even de plaats over van Gerald. En zo schuiven we een beetje door in het programma. En kijken wat er allemaal nog gaat gebeuren. Tot zo, na de reclame. Welkom terug bij VI Oranje op die sowieso wel historische dag. Zondag 11 juli in het jaar 2010. Ongelooflijk, de finale. Nederland tegen Spanje straks met inmiddels Jan-Joost Vergangelen. Zit je maar aan te kijken. Jij vindt het echt ongelooflijk. Ik vind het geweldig. Jullie hebben zoiets van achter. Ja, finale, hebben we leuk. Een paar WK'tjes meegemaakt. Ja, daarom. Jullie komen op leeftijd. Dat jij dat niet hebt, René, vind ik zo raar.
Ik word daar vanochtend wakker en heb ik die kriebels heb ik al. Leuk. Ja, dat vind ik leuk. Ja, maar wij houden wel van jonge, enthousiaste mensen. Ja, nou goed, gelukkig dat Jan Joosten daarbij zit. Die heeft trouwens al een boodschap bedacht. En ja, dan gaat hij ongeveer dit doen zometeen. Moet u even meekijken. Jan Joosten wil het Nederlands elftal nog een beetje lef meegeven. Nou, dan begrijpt u genoeg wat er allemaal gaat gebeuren zometeen. Mooi plaatje trouwens, Jan Joosten, als je het zo ziet. Hè? Ziet er prima uit zo. Heb jij dat gedaan? Het was vrij hoog. Je bent een held. Ik durf dat niet. Nee? Nee, dat zou ik niet durven. Je zou het eens moeten doen. Nee, voor geen geld. Nee? Nee. Er gebeurt graag. Ze hebben nog wel een plekje misschien. Nee, ik moet eerlijk zeggen. Dat durf ik echt niet. Nee? Nee. Nou ja, je zal er zo meer van zien. Ik had natuurlijk weer een grote mond. Überhaupt een keer toen ik dat voor het eerst ging doen. En toen mocht ik voorover een keer daar afvallen. Dat was in Amsterdam. En nu was hier in Scheveningen. En toen zei de jongen, heb je dat al een keer gedaan? Toen zei ik, ja. Zeg, dan moet je nu achterover. Nou, je weet ook niet wat je door je lichaam heen voelt gieren. Maar misschien dat het iets te maken heeft met de adrenaline die zometeen bij de jongens het is een geweldig door die lichaam giert. Heb jij dat wel eens gedaan dan? De allerhoogste ter wereld. 212 meter in Zuid-Afrika, de Blauwkansrivier. Ik heb dat nou ook niet weer gedaan. Dan kan ik niet uit mijn bek krijgen, maar dan ben jij ook een held. Ja. Zijn we die momenten? Dan pak je gewoon even mee. Het is geen trauma geworden uiteindelijk, Ernie, die finale? Nee, tuurlijk niet. Waarom? Maar die bal op de paal, dat gevoel dat om centimeters in het leven kan gaan, die het verschil maken tussen... Ja, dat zie je nou ook. Het gaat om centimeters. Winst en verlies zit heel dicht bij elkaar, ja. We kunnen niet herstellen meer, dus... 10 centimeter die het verschil maken tussen een wereldtitel, dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is zo, maar... Dat maak je allemaal mee. Dus. Ernie, jij zei net toen, we zaten in de bus en dan had Rijsbergen de muziek uitgezocht. Ik ben dan heel erg benieuwd. We zien natuurlijk helemaal niks daarvan. Maar wat was dat dan voor muziek? Muziek waar Johan van houdt? Of? Nee, ik zat te denken. Dat was behoorlijk harde muziek. Was dat, ja, opzwepende muziek? Ja, een soort Deep Purple muziek was dat. Ja. Maar kreeg je daar ook wel een extra boost van? Ja, tuurlijk. Ja? Je was met z'n allen aan het meezingen ook natuurlijk. En wie was de grootste praatjesmaker dan? Ik bedoel, wie zwengelde de boel? Zuurbier. Natuurlijk, zuurbier. Wim Rijsbergen zelf ook meezingen. Je kent toch ook die zuurbier, of niet? Ja, hè? Ja, dat is toch is dat die man van de Bob? Nee, is die nootjesraper. Van die fuik. Ja. Wimpy? Ja. Sparta toch, of niet? Ja, zonder gekheid. Maar Ajax heeft, het grote Ajax, die heeft altijd met Love Me Do in de bus, kwamen ze bij het stadion aan, hè? Is dat zo? Ja, dat was het vaste nummer. Als ze vlak bij het veld waren, dan werd Love Me Do opgezet van de Beatles. En dat was hun nummer. Maar de Cats hadden er ook nog iets met het Nederlands elftal in. Nou, de Cats zijn in Duitsland langs geweest en die hebben daar live opgetreden. En dat vonden ze allemaal erg leuk toen. Toen toch wel. Terwijl je het bij Jan Smit zei dat ze dan allemaal naar buiten gingen. Wat zei jij dan nou? Toen Jan Smit zei dat de Cats langs waren gekomen zijn, daarom gingen ze al in het zwembad liggen daarom. Toen ging iedereen hier. Ja. Terwijl die best grappig was. Ja, maar de Cats was live ook niet om aan te gluren. Want die muzikanten van de Cats hebben nooit in de studio mogen spelen. Die mochten niet eens binnenkomen. Hey. Jan Jongbloed. Oh, Jan Jongbloed zei dat inderdaad. Ja, die zei dat ze daar allemaal in het zwembad zijn geweest. Omdat de Cats langskwamen. Trauma's, het gaat om centimeters. 78. Rentenbrink tegen de paal. Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Hoe oud was jij, Jan Joost, toen? Er loopt er nog 81. Ik was bijna 4. Heb jij toch iets meegekregen? Nee, helemaal niet. Nee. Ik was al lang blij. Mijn moeder zei vorige week, als we maar niet tegen die Duitsers moesten. Want dat was in 74. Toen stond ik op het punt van ter aarde verschijnen. Ja. En dat kon ze echt heel slecht aanzetten. Dan moet ik weer een kind waren. Maar ze was blij dat het nu die Spanjaarden waren. Dat kon ze wel handelen. Ja. 3 keer een scheepsreis. Moet er een keer vanaf. Dat is toch het gevoel wat overheerst. Bij al die spelers ook. Hè? Die willen er vanaf van dat gezeik. Ja, nee. Deze spelers die kunnen nu geweldig scoren. Die zijn van die oude mannenverhalen verlost. Want vroeger in onze tijd. En toen werd er beter gevoetbald. En dan zie je die beelden. Maar er werd wel leuk gevoetbald. Maar ook in een lager tempo en zo. Maar deze jongens willen nu iets neerzetten. En laat het maar bewijzen. Ja. Maar Johan, is het terecht? Ik sprak van de week Leo Driessen. Ook iets meer een generatiegenoot van jou. En die zei, eigenlijk zou het toch niet zo kunnen zijn dat Sneijder zo meteen groter is dan Cruijff. Voel jij dat ook zo'n beetje, of niet? Nou, Cruijff en Van Hanegem die staan boven iedere wet, vind ik. Want dat vind ik de twee beste voetballers die in de... Maar nooit wereldkampioen geworden. Nooit wereldkampioen, nee. Maar dat zegt niet zoveel. Want George Best was een hele grote voetballer. Maar die speelde voor Noord-Ierland. Die is nooit op een groot toernooi geweest. Okay. Maar Sneijder wordt wel een wereldster. Ik vind Sneijder eigenlijk al een wereldster. Is al een wereldster. Maar dat kan zomaar een jongen zijn die uitgroeit tot de beste speler ter wereld. Want dat heeft hij in zich. En die heeft nog een leeftijd dat hij nog jaren kan groeien en meer ervaring op kan doen. Dus die wordt beter dan Cruijff, kan dat? Zeg jij? Dus? Hij kan niet als voetballer beter dan Cruijff worden. Zijn ook niet te vergelijken met elkaar. Maar hoeft het kan wel een speler worden die de hele wereld imponeert. Ja.
700 miljoen mensen. Dat is de verwachting. Die gaan straks naar die wedstrijd zitten kijken. Tussen Nederland en Spanje. 700 miljoen mensen. De hele wereld praat er ook over. Ook in Europa. De kranten staan er vol van. Ik heb dat jij gisteren nog even in Crazy Piano stond en dat je toen nog even een momentje hebt gezien. Ja. Hè? Dat je zeker wist dat ik zat dat was... met Mario nog, die moest vanmorgen om 4:15 alweer vertrekken. Dus ik zat, ik zeg, laat nou één drankje beneden drinken. Dus we zaten even een half uurtje, zaten we voorzichtig, saampjes voor de televisie. Met balkende te kijken, studio voetbal. En toen lieten ze nog even 40 seconden van de training van Spanje zien en die speelde één keer raken. En die Mario en ik vielen erin en we zaten zo te kijken, zo geboeid. En toen moesten we na 40 seconden schoten we zo verschrikkelijk in de lach. En toen zegt die Mario, dit is niet goed voor het zelfvertrouwen, zei hij toen. En weet je wat het is, Wilfred? Het maakt niet uit, het verkeerde been, het goede been, in de dekking, uit de dekking, voor de dekking, tussen de man. Het is zo bijzonder dat ze dat gaan doen. En laat me, weet je, tegen Zwitserland vond ik ze wel goed spelen. Maar tegen Paraguay zag je dat als het kan haperen, even. Ja. En dan moet Wesley onze mensen in stelling gaan brengen. Wesley die trouwens 2 dagen daarna onmiddellijk naar de bruiloft moet van Johnny Heitinga. En dan zelf op vrijdag trouwt natuurlijk. Het is belangrijk. En hij heeft nu zijn huwelijk verkocht aan het Italiaanse blad Grazia voor 100.000 euro, heb ik me laten vertellen. Oké, dat geld krijgt en die mensen krijgen de fotootjes. Die mogen de foto's maken. En hij kwam er niet uit, geloof ik, met een televisiemaatschappij. Want hij wilde 6 ton hebben voor het huwelijk. Oké. 6 ton. Dan mocht het live op televisie? Dan mocht het op tv. Maar dan zit je dus eigenlijk gewoon volop in beeld, Jan. Ik zat er even over na te denken. Dus dat je dus je privéleven zo op tafel gooit. Ja. En daarom wou ik deze kant ook even laten zien. Ja. Kijk, die Joachim Leu heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om eigenlijk zijn vrouw nooit te laten zien. Nee. Dit is een van de spaarzame foto's die ze hebben kunnen ontdekken van Joachim Leu met zijn vrouw. Ja, je zit en ook zo. Op de tribune. Ja. Ja, maar ja, waarom zou je je vrouw niet laten zien? Ik bedoel, wat zie ik eraan dan? Wat is dat zo bijzonder dit? Ja. Kan zij nu niet meer over straat? Nee. Je zegt niet van... Nee, maar kijk, nee. Een plaatje dit. Nee, maar aan de andere kant vind ik, als jij je privéleven totaal gescheiden of dat je dat helemaal voor jezelf houdt, ja, dan kan ik beter geen bondscoach van Duitsland worden, of wel? Maar je had niet het gevoel dat het zijn moeder ook had kunnen zijn? Nee, ik heb wel het idee dat Sonja Bakker op zijn plek is, maar... Sonja Bakkertje, dat dacht ik wel. Kijk, er staat een meter in. Dat zou Leu zelf ook wel weten. Hé, 4 miljoen een jaar. 4 miljoen per jaar, hoor. Dat heeft Bert niet. Bert pakt hem? Ja, dat is eentje, denk ik. Anderhalve? Ja, misschien. Bijna natuurlijk niet meer. Nou, ik gun Bert het, hè. Dat hij dadelijk... Stel je voor, Bert van Bert en Cookie bij Chelsea. Is toch eerlijk, man? 10 miljoen de man? Oh, nou ja, 10 miljoen voor Bert, 1 miljoen voor Cookie. Ja, 6 netto voor Bert en 1 netto voor Cookie. Ja. En als hij geen schade maakt dat jaar, krijgt hij 1,1. Dat als hij met die auto nergens tegenaan rijden bent, krijgt hij 1,1. Ja. No claim korting. No claim korting. Dat is zo'n bijlage in zijn contractie. Oh. Ach, nou ja, laten we hopen dat het vanavond wel een beetje leuk wordt. René, ja, wat tuurlijk. Er ook gebeurt, hè? Ja, natuurlijk. Het was me wel een WK, toch? Dit zie je nu vaker op het strand, hè? Dat hebben ze afgekeken. Ja, ja, met Paraguay. Telefoon tussen je bosjes doen. Ja. Nou, dit zijn geen bosjes, hoor. Nee, dit zijn flinke bosjes. Maar ik vind het wel een leuk gezicht, dit, moet ik zeggen. Ja, hou je ervan? Nou, ik zie het vaker. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Ja, we leven naar die finale toe. Doen we deze mensen aan tafel. Maar Gerard Joling is ook... Gerard, ben je rustig? Nou, ik moet je zeggen, ik probeer iedere keer een gesprek aan te gaan. Maar het zijn 3 Russische dames, dus het is een beetje lastig. Maar ik ben al tot iets gekomen, hoor. Ik weet al waar ze vandaan komen, wat de reden is waarom ze hier zijn. En, nou, zijn wij ook wel benieuwd naar je. Dat wil je ook graag weten. Ja. Maar dat ga ik zo nog eventjes. Dat moet even vertaald worden door deze meneer. En dan ga je nou net doen of je er niet bij hoort, of niet? Het is ongelooflijk. Het lijkt wel een hoek met kermisattracties hier. Zo, weet je niet? Ja, je zegt het zelf, Geert. Ja, ik weet niet wie de grootste attractie is, maar ik denk dat jullie dat zijn, hoor. Ja, ik heb je helemaal niet horen over voorspellingen enzovoort. Je was de vorige keer zo sceptisch, zo pessimistisch. Ja, nu weet ik het absoluut niet. Ik denk toch voor Nederland dat het 2-1 gaat worden. Gewoon, het is heel lullig, het zullen heel veel mensen gezegd hebben. Maar dat is mijn gevoel, maar dan moeten we nog wel even gas geven. Ben jij wel zenuwachtig, Gerard? Nou ja, ben je wel zenuwachtig? Ja, sowieso ben ik heel zenuwachtig. Altijd bedoel je? Nee, maar dit is natuurlijk wel iets dat hangt voor zoveel mensen, zoveel dingen hangt er voor. Iedereen is in de feeststemming, de vreugde, alles erop en eraan, het hele spel. Uiteindelijk moeten die gasten winnen, maar ja,
Ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat het gebeurt gewoon. Ik heb alles erop ingesteld, zeg maar. Oké, okay, als je het gaat doen, als het gaat gebeuren, kom je weer terug, hè? Vanavond ook nog. Ga je hem nog een keer doen, hè? Ja, met gierende banden kom je weer terug, natuurlijk. Ja. Superleuk. Ja, maar goed om te weten natuurlijk ook. Ja. De wedstrijden tegen Japan... Wil je dan dat we de verwarming aanzetten hier? Het is niet normaal. Ik geloof als je hier gewoon een mand met eieren neerlegt, dat je gewoon eind vanavond kuikens hebt. Denk ik, het is echt absurd warm. Maar goed... We zijn natuurlijk allemaal een beetje gespannen. Misschien komt het daardoor. Het is echt in mijn naad, hoor. Het druppelt er gewoon in. Ja. Jij hebt het gezien, hè? Uitstekend. Sorry, ja, we krijgen hier een eigen hoekje. Een beetje Russisch ei, hè? Je mag rustig even doorgeven, hoor, als je wil. Maar, Japan en Slowakije waren volgens Bert van Marwijk de sleutelwedstrijden. Omdat hij vond dat je daar kon laten zien dat het Nederlands elftal zich kon onderscheiden. Vond je dat logisch dat hij dat zei, Jan-Joost? Nee. Nee, dat vond ik niet. Omdat ze toen lieten Japan zien was, dat ze in slechte wedstrijden toch konden winnen? Ja, en tegen Slowakije was de onderschatting het grootste gevaar. En toen, zei hij, toen lieten we toch zien dat we, terwijl heel Nederland riep dat Slowakije moeten we even inrekenen, dat we er toch heel goed stonden op dat moment. En Japan was de tweede wedstrijd nadat je eerste wedstrijd redelijk hebt gespeeld, waarin je doorpakt met wat je hebt gedaan. Daarom heeft hij die twee wedstrijden eruit gepikt. Ja, ik vind het, ja, ik begrijp wel dat hij dat zegt. Alleen hij speelt eigenlijk al 25 wedstrijden op deze manier. Dus ik zie niet echt een onderscheid. We hebben toch helemaal nog niks verrassends van hem gezien. Nee, en als hij dat zegt, dan vraag ik me ook af, als Nederland zich onder de voet laat lopen zoals het eerste half uur tegen Brazilië, dan staan ze voor de rust met 3-0 achter vanavond. Maar kun jij er wel iets mee voorstellen? Als coach ben je benieuwd hoe het team ervoor staat. Je bent toch onzeker gewoon. He, op dit platform, bedoel, als je slecht speelt, je kunt er ook zo uit liggen. En daar gaat het om. Dus de spanning, denk ik, was bij die wedstrijden groter dan. Bij Slowakije en Japan, niet twee. Ja. Ja, maar Bert is natuurlijk niet achterlijk. Die weet donders goed dat het niveau wat ze tot nu toe bereikt hebben niet toereikend is om een finale te winnen. Hij is helemaal gek. Ik bedoel, die Duitsers, die hebben natuurlijk een veel hoger niveau als dat wij bereikt hebben tijdens dit toernooi. Maar het is in potentie aanwezig. Dat wordt hier steeds aan deze tafel ook bericht. Maar wel, meer wisselvallig ook, hè, die Duitsers. Dat moet je van Marwijk wel nageven. Het is nooit een 8, maar het is ook nooit lager dan een 6. Ja, maar ik heb al 4 weken verkondigd dat ze wereldkampioen worden. En ik ben helemaal niet nerveus dat ze het niet worden. Maar wat nou als ze het niet worden vanavond? Want zien we je dan terug naar Dan Gerard dan deze dan heb ik hier vanavond ongetwijfeld een verklaring voor. Ja, je weet nog niet welke. Tuurlijk. Nee, maar ik speel met de gedachte om Dirk Kuyt daar de schuld van te geven. Hadden wij al vermoed het inderdaad. Ja. Jij werkt volgens de ABCD-aanpak, toch? Agressie, beleving, concentratie en discipline. Dat is toch een beetje jouw aanpak, of niet? Ja, je hebt allemaal wel een bepaalde aanpak. Maar dat zijn de dingen, basisdingen die wel belangrijk zijn. Ja. Ja, maar zie je dat bij dit Nederlands elftal terug? Al die 4 punten die jij als speerpunten ziet? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er zijn nog meer dingen die belangrijk zijn. Maar het belangrijke is gewoon dat je als team zijn de informatie die de coach geeft, dat je dat weet om te zetten in wat je moet laten zien. Om de tegenstander, bijvoorbeeld vandaag zou heel belangrijk zijn, het antivoetbal. Het is een rotte woord antivoetbal, maar hoe laat je Iniesta en Xavi, hoe vrij laat je die spelen? Ja. Hè? Daar gaat het in principe om. Ja, ik denk dat het belangrijkste vanavond is. Deze jongens die beheersen wat René ziet, zegt het positiespel zo goed. Dan krijg je dat onze twee verdedigende middenvelders, De Jong en Van Bommel, die voelen zich getergd. En die voelen zich verlul gezet. Die gaan scherp tackelen. En dan loop je de kans dat je binnen 20 minuten tegen een rode kaart aanloopt. En dan is de wedstrijd verloren. Dat zou jammer zijn. Want die twee, die moeten het vandaag voor ons opknappen. Maar die hebben allebei de neiging om met gestrekt benen in te gaan. Maar het is aan de andere kant wel de sleutel tot succes, denk ik. Om Senet heb je al eerder gezegd. Als ze dat lukt, ze hebben vanavond een hele belangrijke rol. Ja, maar zeker De Jong, die doet het zo openlijk. Kijk, Van Bommel is nog geniepig gemeen. Maar De Jong, die doet het, zie je, van 100 meter afstand aankomen. Maar met name iedereen maakt het tegen Denemarken. Als hij daar gelijk een rode kaart voor krijgt, dan ben je hem kwijt. En dan absoluut wordt hij ook in de gaten gehouden de rest van het toernooi. Maar ik neem toch aan dat Van Marwijk het eerste wat hij zegt is, René, wat jij al zei. Zij mogen absoluut niet in hun spel. Ik heb de zondagskranten gelezen vandaag. Pagina's vol over Van Bommel. In Engeland wordt geweldige stemming gemaakt tegen Van Bommel. Ja. En zo'n scheidsrechter die zal die Engelse kranten zeker lezen. Dus die mensen die slaan dat op. Ja, en hij zal dit ook wel weten van Nigel de Jong, Howard Webb. Die zie je in Engeland. Maar we willen wel even vooropstellen, Webb is wel, dat vind ik een topper. Nee, ze is een geweldige scheidsrechter. Raakt nergens van onder indruk. Nee. Trekt een kaart als het moet. Ik kan me niet voorstellen dat hij alleen maar zo op de Jong gaat zitten letten. Dat weet jij ook. Je kan pas ingrijpen bij verkeerde ballenname. Een bal die iets wegstuit. Iemand die hem aanneemt en verkeerd wegdraait. Als je iemand hebt die goed wegdraait, die hem goed aanneemt, dan kan je... Ja, wat moet je dan? Moet je dan als De Jong achteren staan en hem een rotschop geven? Daar ben ik zo bang voor. Dat kan niet. Ja. Dat doe je nooit. Nou, maar hij wel.
Ja. Nee, maar kijk, dacht jij nou niet dat de afgelopen 3 jaar iedere trainer die tegen Barcelona gespeeld heeft zei van jongens, laten we in godsnaam Xavi en Iniesta niet aan de bal laten komen. Laten we die spelen beletten. En weet je wat we ook moeten doen? Laten we de aanvoer naar Messi proberen te onderbreken. Dat zegt toch iedere trainer? Ja, of dacht je dat de trainer zegt, laten we ze lekker vrij laten lopen. Ja. Laat ze aan de bal komen. Ze hebben één nadeel, dat hadden wij het net nog over. Ze hebben één nadeel, ze zouden met liefste in het 5-meter gebied nog 4 keer naar elkaar spelen. Ja. Dat is hun enige nadeel. Ja. Zou het duidelijk worden als ze dat ook gaan doen? dat vind ik wel leuk. Maar in ieder geval, daarom zeg jij, je wordt nooit weggespeeld. Als Spanje wint, zou het nooit meer als 1-0 of 2-0 worden. Want meer goals gaan ze niet maken. Nee. Meer goals gaan ze niet maken. Wat vond je de beste wedstrijd tot nu toe tijdens dit WK van Nederland? Tweede helft Brazilië. Voor de rest was niks. Ja. Ja. Na dat doelpunt van die 1-1. 6 wedstrijden gespeeld, 6 keer gewonnen. Kort even het overzicht van het Nederlands elftal op het WK 2010. En in Zuid-Afrika is op 14 juni Denemarken de eerste tegenstander. Johannesburg in het Soccer City Stadion. Denemarken verdedigt alleen maar helpt met dat verdedigen uiteindelijk Nederland toch over een dood punt heen. Paulsen via zijn ploeggenoot Agger. En zo leidt het niet echt soepel draaiend Nederlands elftal dan toch met 1-0. Wordt het uiteindelijk 2-0. Elia zet hier goed door. Kuit is attent als altijd. En Denemarken wordt verslagen met 2-0. Een paar dagen later wacht de volgende tegenstander alweer. Want zo gaat het op een wereldkampioenschap. Japan de tegenstander. En ook zij beperken zich alleen maar tot verdedigen. Sneijder met een beetje mazzel. Dat moet je hebben op het toernooi. Zorgt ervoor dat Japan uiteindelijk dan toch verslagen wordt met 1-0. Cameroen, de volgende tegenstander. Een mooie combinatie tussen Van der Vaart en Van Persie. Daar is hij dan toch eindelijk. De centrumspits scoort. En lijkt Nederland te bevrijden. Maar het wordt 1-1 via Eto'o, via de strafschopstip. Dan duurt het lang voordat Nederland uiteindelijk toch aan winst toekomt. Robben met een van zijn eerste acties. En Huntelaar is wel heel erg rustig. De achtste finale is dan Slowakije, de tegenstander. Robben weggestuurd, het gaat alweer wat soepeler. Prachtige paas van wie anders dan Sneijder. Robben draait naar binnen. Iedereen weet het, maar wie doet er wat tegen? Tegenstander hier in ieder geval niet. Maar ook deze wedstrijd duurt het weer lang voordat Nederland veilig is. Dat gebeurt hier uiteindelijk als Sneijder de bal kan binnenschuiven. Na goed voorbereidend werk van Dirk Kuyt. Slowakije dan? Ja, dat doet nog wel wat terug in de extra tijd. Vitek via een strafschop. Maar Nederland door naar de kwartfinale. De echte eerste serieuze test. En dat lijkt helemaal niet goed te gaan. Robinho zorgt voor de voorsprong. Waar zijn de verdedigers van Nederland? Waar is Nederland? Nederland is na rust ineens zomaar terug. Omdat er een bal door Felipe Melo van richting wordt veranderd. Sneijder claimt hem. Sneijder krijgt de treffer uiteindelijk ook. En deze zeker, want die is helemaal van Sneijder. Brazilië verslagen met 2-1. Wie had dat gedacht na zo'n matige eerste helft? Maar Nederland staat in de halve finale. Zo is het en niet anders. In die halve finale is Uruguay de tegenstander. Van Bronckhorst is de voorlaatste wedstrijd ooit. Wat een prachtig afscheid. Gevierd wordt die treffer door iedereen. En er lijkt voor Nederland niets aan de hand. Totdat Stekelenburg de hand niet goed achter deze bal van voorland krijgt. En Uruguay wordt wat sterker. Maar Nederland heeft een bepaalde kwaliteit. Het kan uit het niets zomaar scoren. Zeker als Sneijder zich daarmee bemoeit. Want hoe je het ook draait of keert. Of hoe Sneijder ook schiet of kopt. Daarin gaat hij. Nederland dus wederom op voorsprong. Dan Kuyt met deze prachtige voorzet. En zo mogelijk nog fraaier ingekopt door Robben. Nederland leidt met 3-1 en er lijkt helemaal niets meer aan de hand. Maar Uruguay geeft niet op. Waarom zou het ook? Maxi Pereira, een verdekt schot. Stekelenburg ziet het te laat. En Nederland moet nog even bang zijn. Maar uiteindelijk wordt de finale gehaald. Nog 1:03. Ja, dan gaat het allemaal gebeuren. De wedstrijd tussen Nederland en Spanje. De sfeer neemt de langzaam zeker hier ook in Den Haag Scheveningen natuurlijk toe. Rondom het Koerhuis staat ook een groot scherm opgesteld hier. En de mensen die dus geen zin hebben om bij het scherm te staan, kunnen dus bij René van der Grijp op de kamer komen kijken. Dus voor de mensen die een keuze willen maken, denk er nog even goed over na. Maar de stemming is er uitstekend om. Bert van Marwijk, de belangrijke man aan de kant van het Nederlands elftal. Ernie, je hebt met hem op de cursus gezeten, heb ik begrepen. Ja, ja. Wat is de kracht van Bert van Marwijk? Wat zag je toen altijd al? Altijd zichzelf, blijft altijd zichzelf. En zal ze ook niet snel aanpassen. En dat is Bert. Dat zag je toen al? Ja. Zag je toen al talent ook, meteen als trainer? Deed hij het goed, goede cijfers, dat soort dingen? Ik denk dat Bert een hele goede manager is. De boel heel goed manage. Als er problemen zijn, dat hij die snel oplost.
En dat beeld dat had ik al van hem toen. En dat, ja, dat blijkt ook dat dat zo is. Ja, hij kan boos worden, hebben we begrepen. Ja, mensen die hij kan zeker kennen. Boos worden. Dat heb je ook meegemaakt? Nee, ik heb het niet echt boos meegemaakt. Kun jij boos worden? Ik heb al gehoord. Ja, ik kan zeker boos worden. Nee, oké. Okay. Nee, maar ik moet zeggen dat Ernie is de aardigste voetballer die ik ooit meegemaakt heb. Ja, de vleesgevoelvriendelijkheid heb je nooit genoemd. Nee, maar ik kan me Ernie helemaal niet ongenuanceerd en boos voorstellen. Dat kan dus wel, Ernie. Ja, zeker kan dat. Ja. Wat moeten we doen om jou boos te krijgen? We gaan het niet doen hoor, wees niet bang. Maar. Nee, maar als je aan mijn gezin zit... Oké, maar dat heeft Bert dus ook. Die kan ook inderdaad uit de hoek komen. Ja, Bert kan, heeft hij alles goed aangepakt, dit toernooi? Met Van Persie, ook met Elia? Nou, ik vind Bert vooral, los van het feit dat het voor ons journalisten af en toe helemaal niet leuk is. En misschien zelfs wel een beetje saai. Ik vind vooral dat hij heel slim is met Cocu en De Boer. Dat zijn volgens mij echt... die jongens worden wat dat betreft misschien zelfs al een beetje onderschat. Volgens mij staan die tussen die jongens en hebben ze gigantisch veel aanzien. Ik vind dat hij het met Van Persie heel goed heeft aangepakt. Ik hoop ook zo dat Van Persie vandaag eens een keer de kans krijgt om te voetballen. Alhoewel, we zaten er net over te praten. Dit wordt waarschijnlijk ook weer geen wedstrijd voor Van Persie. Die heel graag eigenlijk net als Spanje wil spelen. Kort combinatievoetbal, driehoekjes met Sneijder of misschien met Van der Vaart. Kuit die erbij komt. Maar het ligt niet alleen Van Persie, joh. Te weinig aansluiting vind ik. Klopt, maar hij wil dat zo heel erg graag. En nou wordt hij afgemaakt dat hij niet in vorm is. Daar geloof ik gewoon niks van. Hij is eigenlijk de beste speler van deze hele selectie. Het is hem zo gegund. Dus ik hoop dat hij het verschil gaat maken vandaag. Maar ik heb er een hard hoofd in. Als Bert inderdaad gewoon zich terug wil trekken. Dus als hij zeg maar in de buurt van de middenlijn zou willen spelen. Zou hij veel beter met Kuyt in de spits kunnen spelen. Dan Van der Vaart op links. Ja, gaat niet gebeuren. Dat weten we ook. Maar... Nee, maar dat zou wel beter zijn. Maar wat heb je aan Van Persie als je de hele tijd 40 maar Van meter... Van Persie zegt er vandaag in een interview dat het een prachtige voetbalfinale gaat worden. Met een lekkere open wedstrijd. Terwijl Van Bommel zegt het wordt gewoon geduld voetbal. Zeker ja, de eerste helft. Wordt het helemaal niet leuk om te tasten. Ik denk dat de eerste helft inderdaad niet om aan te gluren is. Aftasten gewoon. Ja. Nou, je merkt dat Van Persie... En dat is ook de enige manier om niet te verliezen. Want als je meteen in de val gaat lopen, ja, dan wordt er gescoord. De enige die dat gedaan hebben tegen Spanje is Uruguay geweest. Of nee? Paraguay geweest. Ja. Dat was heel verrassend. Ja, heel verrassend. Die echt gewoon met 4-5 man gestoord hebben op de helft van Spanje. En ze het spelen hebben proberen te beletten. En dat is gelukt. Ja, daar had Spanje heel veel moeite mee. Ja, schrokken ze van. Ja. Ja. Ik denk niet dat Nederland dat durft. Nee, durven ze niet. Over schrikken gesproken, als je kwartier voor de wedstrijd een van je belangrijke centrales verdedigers kwijtraakt. Ben je dan in paniek als trainer? Of moet je dan ook zorgen dat je het hoofd koel kan houden? En... Nee, je weet gewoon, van de voren spreek je door. Als er wat gebeurt, wie er dan in aanmerking voor een aanmerking komt. Ja. Nee, kwalitatief zit er niet zoveel verschil in. Tussen Ooyer en Matthijssen niet? Ik ken Ooyer heel goed. Ik heb met PSV meegemaakt. Als dat was 10 jaar geleden. Ja, maar als het moet staan, dan staat Ooyer er gewoon. En dat heeft hij wel laten zien. Zo ken ik André Ooyer. Ja, Ooyer is misschien niet meer de volle competitie of 4-3-4 wedstrijd achter elkaar. Maar als hij er, zoals in dit geval, erin moet, dan weet ik dat hij er staat. Ja, wordt allemaal 4. Wat is jouw tip, Gerard? Hoe moeten we spelen? Hè? Welk systeem kun jij het beste... Ja, nee, ik zit daar. Ik zit net achter die trap. Ik kan je niet heel goed verstaan. Sorry. Welk systeem wij moeten spelen vanavond? Wat denk jij? Het systeem. Het beste? Wat moeten we doen? Focussen, aanvallen. Dat is mijn opinie. Focussen, aanvallen. Gewoon gaan. Ja, maar wel blijven focussen. Niet denken, ook al zijn ze bij de laatste 5 minuten... God, jongen, we hebben 2 doelpunten gezet. We geloven het wel. Nee, doorrammen. Tot de laatste seconde. En wie is jouw favoriet dan? Kuyt en Wesley Sneijder. Waarom? Ja. Waarom dan? Kijk, ik heb er natuurlijk geen balverstand van, maar ik moet je wel zeggen. Je ziet tenminste altijd echt rennen. Als ik naar een voetbalwedstrijd kijk, heb ze allemaal gelukkig wel gezien. Dus ik weet wel een beetje wat ik het over heb. Het race zich gewoon dood, dat moet je gewoon hebben. Ja, en het erg is, Gerrit, dat weet jij misschien niet, maar die Kuyt gaat ook nooit met de bus terug naar het hotel. Lopend, ja. Echt niet goed gezien, of niet? Ja, zie je het wel. Maar ja. Alleen daarom, om hun inzet, vind je ze geweldig? Inzet, natuurlijk is de totale inzet. Eigenlijk moeten ze met z'n allen doen, maar... Ja, joh, ik zou zeggen, vraag die vraag even aan iemand anders, want ik weet het even niet. Nee. Hoe is je tekst ook alweer? Sorry? Hoe gaat de tekst ook alweer? Alweer een goal. Alweer een goal, hè? Ja. Nee, ik zit nog steeds even in gesprek, maar het wordt steeds spannender. Ik dacht, je bent een nieuwe band aan het formeren. Het wordt wel een pornoband, ben ik aan het worden. Ja, zeker. Ja, Joost, minder serieuze dingen. Als je een beetje geluk hebt
Kan je nog een rondje meespelen ook straks? Uitstekend. Nou, op die kamer van René. Prima. Jij wilde toch nog even terug naar die opstelling van de Spanjaarden in Nederland. Om ze toch een beetje tegen elkaar af te zetten. Dat vond je wel even leuk om die kwaliteiten tegen elkaar te zetten. Ja, ik heb het een beetje gejat van. Ik ben het gewoon heel erg eens met Spaan in het parool van gisteren. Hij zette de twee elftallen tegenover elkaar. En maakte gewoon punten. Wie is er beter en wie is er minder goed? Keepers vond hij gelijk, ben ik het mee eens. Stekelenburg weliswaar een foutje gemaakt. Maar Casillas heeft ook niet het beste seizoen uit zijn leven. De backs vind ik bij ons, van Bronckhorst en van de Wiel, beter dan Captevilla en Sergio Ramos. Dus dat is ons voordeel. 2 punten voor ons. Maar ik vind het centrale duo van Spanje, Pujol en Piqué, vind ik beter dan Heitinga en Matthijsen. Blijft dus alsnog gelijk. Xabi Alonso is beter dan De Jong. Ik vind Van Bommel beter dan Busquets. Robben is beter dan Pedro. Ik denk dat Sneijder toch verliefd van Xavi. Dat zal Van de Gijp met me eens zijn. Kuyt en Iniesta zijn eigenlijk niet te vergelijken. Iniesta is natuurlijk verreweg de betere voetballer. Maar Kuyt is qua atleten en qua loopvermogen en qua inzet beter. Dus gelijk. En dan gaat het om de spits. Ja, Villa 5 goals gemaakt. Als Van Persie mee mag voetballen en als hij combinaties kan maken, vind ik hem de betere speler. Ja, maar, je kan Villa niet met Van Persie vergelijken. Nee, maar goed, de spits zal wel misschien de doorslag Villa kunnen geven. Villa is een spits en Van Persie die doet zijn best daar en die probeert het in te vullen. Ja. En voor de rest niet. Heeft Jan-Joost nou een beetje gelijk of denken jullie van... Nee, maar goed, als je alles bij elkaar optelt, dat wilde ik eigenlijk zeggen, verwacht ik dus een gelijk spelletje. 1-1 echt. En wie neemt er dan de beste penalties? Nou, dan trek ik mijn handen ervan af. Ik vind dat Spanje een uitstekend team heeft, maar ik vind niet dat ze beter zijn dan Nederland. Nee. Dus je vindt het eigenlijk wel gelijkwaardig, toch, of niet? Ja. Daar liggen denk ik ook wel de mogelijkheden. Dat zeggen ze zelf ook bij Sergio Ramos en bij Captevilla. Ja, wat Henk nog vergeet, is dat die jongens met 7 man in één elftal spelen. En een heel jaar met elkaar trainen. Ja. En dat wij zeggen, jij zegt Busquets en... Nee, jij zegt Pujol en Piqué vind je beter als ons centrum. Ja, dat vind ik. Maar dat komt alleen omdat ze heel snel de vrije man kunnen vinden. Omdat ze altijd met elkaar trainen. Ik weet zeker, als je ze in het centrum van Nederland... Als je ze in het centrum van Nederland zet, dat we zeggen, het is niet veel. Dan missen ze die vastigheden. Dan weten ze niet wat het middenveld doet. Jij wilde ze nog een boodschap meegeven. Hè? Nee. Vanaf die toren daar. Ja, je kan hem bijna zien vanaf hier. Maar ik moest toch een insteek bedenken. Dus dan maar deze. Ja, laten we maar eens gaan kijken wat jij ze mee wil geven. Komen ze. De boodschap. Het blaken van het zelfvertrouwen. Het kan niet meer misgaan. Maar die jongens moeten het doen. En wij hier in Nederland, we wachten af en we hopen en we bidden en we worden maar zenuwachtiger en zenuwachtiger. En kunnen we dan helemaal niks doen? Jawel, wij kunnen ook gewoon een klein beetje lef tonen. Nou, dit moet denk ik een beetje zo voelen. Als het bijna gaat beginnen vanavond om 8:30. Dan staan die mannen klaar, scheidsrechters staan er klaar voor. En dan gaat er volgens mij gierende adrenaline door je lichaam. Denk je eigenlijk, wil ik dit wel? Ja, dat wil ik wel, want dit is het hoogst haalbare. Op dit moment is dit voor mij het hoogst haalbare. Gelukkig maar trouwens. Dus ik zou zeggen, jongens, knallen maar met die handel. Hé, hey, Jan, daar ga je! Go! Go, Oranje! Lekker! Wauw. Nou, als het zo voelt als dat eerste moment, als je als een soort lompe kleine kleuter naar achter laat vallen met je kont, terwijl je niet ziet waar je heen gaat. Dat voelt denk ik een beetje als een wereldtitel. Maar ik denk dat het voor Marwijk en zijn mannen lukt. Ik hing daar en het schoot door me heen, maar ik blijf er toch bij. 1-1, verlengen, tweede verlenging. Robin van Persie, want hij moet het doen vandaag. Ja, dat gevoel. Hoe is dat gevoel straks als je die tunnel uitkomt, daar destijds, in Buenos Aires? Die ontploffing van al die mensen? Ja, geweldig, geweldig. Dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Er komen gewoon speciale krachten bij je naar boven. En ja, je bent in een soort trance en dan loop je het veld op en je bent bezig met die wedstrijd. Dat besef je allemaal pas na afloop. Ja. Maar het ging bij jullie wel veel relaxter. Ik heb een keer stiekem, omdat een vriend van mij heel graag nog een keer helemaal de finale van 78 wilde zien, omdat het zo bikkelhard was ook. En dat was het ook. En dan zie je die beelden vooraf. En dan ontploft dat hele stadion. Ik weet niet hoeveel mensen er zaten, 100.000 of zo, tegen Argentinië. En dan zie je al die confetti en die slingers naar beneden komen. En dan zie je alleen zo'n hoofdje naar buiten. En dan, ik weet niet meer wie het was. Ik geloof Rensen. Nee. Nou goed, doet er niet toe. Ik heb erbij gezegd, spellen zij in het blauw-wit of zo. Ja, dat was cool. Dat was cool. En dan, die ontspanning, jullie oogden tenminste heel relaxed. Ik weet niet of dat ook zo was. Ja, dat was ook zo. Ja? Alleen Happel, die met de manchet toen van de kerkhof. Ja.
Dat was, vond ik geweldig van Happel. Daardoor daar kun je ook zien dat Happel eigenlijk een topteam. Die zei gewoon van het veld af. Kom op met z'n allen, we spelen gewoon niet. Snap je? Dat was typisch Happel. Dus hij zegt van, dan spelen we niet. Waren jullie trouwens ook zo blakend van het zelfvertrouwen als zij nu zijn? Want dat vind ik volgens mij de grote plus wat dit Nederlands elftal heeft. Ja, dat is eigenlijk nooit zo naar buiten gekomen. Nee? Wij waren ook wel overtuigd van dat we zouden winnen, ja. Maar dat is niet zoals nou, bedoel, iedereen met de pers zit er bovenop. En, iedereen spreekt het uit nu. Ja, nou, dat bedoel ik, Johan. En dat hebben wij volgens mij nooit gedaan. Als je Robbe hoort, die spreken dus elkaar voor de wedstrijd. En die zeggen gewoon, gasten, we gaan het doen. Dat vind ik wel bijzonder. Dat is niet de Nederlandse mentaliteit. Nee, dat vind ik ook heel goed. Ja. Waardoor je ook het volk het idee geeft van we gaan het voor jullie doen. Maar ik vind het toch wonderbaar dat we vandaan komt. Dat idee. Doe even nog één keer. Ja. Helemaal goed. Dat gevoel, hè. Ja. Trouwens, ja, Joost, ontzettend dapper wat je deed. Maar er liep nog iemand langs van Feyenoord. Heb je dat ook gezien? Of ja, ik begreep dat Leroy Ver liep ook voorbij. Die sprong ook gewoon naar beneden alsof het niks was. Feyenoorder. Jonge gozer, misschien wel een international voor de toekomst, maar ook Ver. Oh, die ging samen met zijn meisje. Daar leek het wel op, ja. Ja, daar gaan ze. Hoppa. Goed, eerst vandaan en we hebben het overwonnen. Wie is de dapper van de twee? Mijn vriendin, Celia. Dapper van de twee? Ik denk ik. Ja, zij en mij. Dat is mijn idee. Ja, maar dus ben ik dapper. Ja, gaat goed in die relatie, heb ik al de indruk. Nog anderhalf uur. Nog anderhalf uur, Johan. Ja, ik weet het. Ik kan klok kijken. Leuk, hè? We hebben er zin in. Zo meteen de finale natuurlijk. We praten door. Gerald komt er ook weer even bij zitten. We draaien door. Gerard draait al een beetje warm. Rustig. Ja. En zo meteen gaan we weer verder kijken hier bij het Koerhuis in Den Haag, Scheveningen. Ja, het is voor mij toch wel weer spannend, hoor. Dat merk je wel. Je eerste WK? Nee, mijn derde. Maar goed, toch. Hè? En dan gaan we kijken hoe het allemaal gaat. U kunt nog vragen stellen trouwens. www.vioranje.nl als u vragen heeft voor hier aan tafel. Ik ben benieuwd hoe René erover denkt, wie het gaat winnen. U hoort het zo meteen na de reclame. Tot zo. Over 7, uitzending VU Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag, Scheveningen. Op weg naar de finale daar in het Soccer City Stadium. Straks 95.000 mensen daar in Zuid-Afrika bij die wedstrijd. En dit is het Museumplein op dit moment in Amsterdam. Waar het ook richting de 100.000 mensen gaat. Ja, daar had je ook kunnen staan, Jan Joost. Ja, top. Ja. En beter hier dan. Wordt van alles maar uit. Ik ben niet jaloers op die verslaggevers die die festiviteiten moeten verslaan, hoor. Dat gun ik ze van harte. Ja, dat zou je... Ja, dat zou ik voor een geen goud willen doen. Dat gehossen, dat gebleren, dat dronkenmansgelul. We hopen zo meteen contract te krijgen met de Jonge Wetsels. Die mag dat voor ons doen. En die schijnt ons bijna niet te kunnen verstaan. Dus we gaan kijken of we die verbinding een beetje goed kunnen krijgen. Ernie is weer even erachter gegaan. Gerald is aangeschoven. Trouwens, één vraag over Ernie. Vind je niet raar dat Ernie Brands nog steeds geen nieuwe club heeft, Johan? Zegt Dennis Nuis uit Amsterdam. Ja, Ernie heeft het benak toen heel goed gedaan. En toen hebben ze zijn contract niet verlengd. En Ernie heeft eigenlijk maar één handicap in het leven. Ernie is te aardig voor die... Ja, voor je die voetbal weer. Aardig zijn ja, je kunt ook te aardig zijn. Dat heb jij niet en ik ook niet, maar Ernie wel. Ja. Ben je te aardig, Ernie? Ja, jullie zeggen het dus. Nee, ik zeg het niet. Johan zegt het. Voor mijn gevoel niet. Dus. Nee. Dus dat kan niet de reden zijn. Nee. Maar ik vind ook niet dat je op je karaktereigenschappen beoordeeld moet worden. Maar in het voetbal moet je op je prestaties beoordeeld worden. Maar dat is in dit geval niet gebeurd. Ja. En het is inderdaad, na een fantastisch seizoen bij NAC, is het heel raar dat er geen Nederlandse club voor hem gekomen is. Dat hij daar in Iran moet gaan zitten. Ja, wat niet is, wat trouwens wel mooi is, Iran, hoor. Daar haal je hele mooie dingen weg, hè, ja, Wilfred? Tussen de Tigris en de Eufraat. Ja, want Wilfred heeft een vrouw uit Iran. En ja, het is een plaatje, hoor, dat moet ik zeggen. Zo, historische avond misschien wel. 11 juli in het jaar 2010. Nederland kan wereldkampioen worden. Twee keer ging het mis. De allereerste keer dat wij op een WK stonden was in 1934. Mattie van Kamman neemt ons even mee terug naar die vroege tijd. In 1934 plaatst het Nederlands elftal zich voor de eerste keer voor een WK-eindronde. En op dit kleine fotootje staat Adrie van Malen, de boomlange keeper van Feyenoord. Hij was de eerste man voor het Nederlands elftal, geen twijfel over. Hij zou het doel gaan verdedigen in Italië. Dit is de trui die hij droeg tijdens de kwalificatiewedstrijden tegen België en Ierland. En vooral die wedstrijd tegen Ierland, dat werd een drama voor Van Malen. Hij liet zich met bal en al door de Ierse spits Paddy Moore in het doel duwen. Nu zou je er een rode kaart voor krijgen, maar toen was het gewoon een doelpunt voor de Ieren. En dat was voor hem een enorme teleurstelling natuurlijk, voor die keeper van Feyenoord. Maar ze hebben wel hun plezier gehad. Wat was er namelijk, het was het geval. In de laatste kwalificatiewedstrijd voor...
Italië 34 was er een uitwedstrijd tegen België. En de spelers zijn na de wedstrijd behoorlijk aan de zwier gegaan in het nachtleven van Antwerpen. Om een lang verhaal kort te maken, één speler, ik zal zijn naam niet noemen, liep tijdens dat uitje een geslachtsziekte op. Daar schrokken ze erg van met de KNVB en dat leidde ertoe dat alle spelers bij het ontbijt tijdens dat WK in Italië een drankje moesten innemen dat de seksuele prikkels diende te temperen. Het mocht niet helpen voor het resultaat, want ze lagen daarna één wedstrijd uit. 3-2 tegen Zwitserland, dat toen ook een klein land was. Het was een enorme teleurstelling. 7000 mensen, waaronder duizenden, op de fiets van Nederland naar Milaan gereden. Maar ja, 3-2 en meteen eruit. Dat was de eerste echte WK-eindtoernooiwedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, in 1934 was er eigenlijk het eerste grote Nederlands elftal. Het elftal met de fantastische mid voor Bert Bakhuis. Dat had zijn tijd een beetje gehad in 1935-36. En toen dat tweede WK voor Oranje eraan kwam in 1938 in Frankrijk, was er eigenlijk niet zoveel meer van verwacht. Dat team was over het hoogtepunt heen. En gek genoeg deden ze het eigenlijk uitstekend. Ze hebben ook toen maar één wedstrijd gespeeld in Le Havre. En die verloren ze na verlenging van Tsjechoslowakije, wat toen echt een topland in de wereld was. En dat was eigenlijk een resultaat dat boven verwachting was. Het ging niet om geld, het ging om de eer. Je was er voor het nationale belang. En waar ze nog blij mee waren, de spelers. Een scheeretwietje voor de spelers. En ze waren er dolblij mee. VVV. Dat is een scheeretwietje waar jij een keer een uitzending had, volgens mij, toch? Een paar maanden geleden. Ja, die heb ik toen een keer laten zien, ja. Daar werden spelers mee afgescheept in die je tijd. Je gebruikt het nog steeds hier. Ik heb het geschoren, ja. Ja, ziet er keurig uit. Ja. Gris Waddle zei vandaag op BBC Radio, op radio. Hij zei, het is toch apart hoe zo'n klein land steeds maar weer voor elkaar kan krijgen om zoveel goede voetballers te krijgen. Dat is zo. En dat is ook heel raar, want België heeft het niet en Denemarken heeft het ook niet. Dus onze lieve heer is ons goed gezind. 1988 is volgens een onderzoeker... Nou. Wat? Denemarken, die hebben een paar geweldige naren voortgebracht. Zeg. Jawel, maar nu Brian deze generatie. Deze generatie. Ja, oké. Deze is minder. Ja, maar dat is wel heel knap inderdaad. Maar, ja, nee, en dit zal ook met onze landsaard, onze mentaliteit. We zijn natuurlijk een beetje bluffers. We hebben scheid aan de hele wereld. We durven risico's te nemen. En onze jeugdopleiding zal het ook te maken hebben. Ja, we overschreeuwen onszelf wel eens, bedoel je. Jawel, maar we hebben ook wel de flair om aan te durven vallen, hè? En dat is in voetbal natuurlijk best een goede eigenschap. Jij verbaast je erover, hè? Wat die mentaliteit op dit moment, waar die vandaan komt. We zijn echt op dit moment zoveel zelfvertrouwen dat je er bijna verbaasd over bent. Nou ja, ja, ik vind het nogal bijzonder. Volgens mij vindt iedereen dat. Ik kan me niet herinneren dat er een Nederlands team was dat zo ongelooflijk overliep van zelfvertrouwen. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met wat jij zei, Johan, dat ze heel veel prijzen hebben gewonnen dit seizoen en veel finales hebben gespeeld. En bijna allemaal bij grote clubs spelen. Maar dan nog, want het is echt niet Nederlands dat je gaat zeggen, wij wassen dit varkentje. Jawel, maar kijk, die jongens die hebben al met wat bekers omhoog gestaan en die denken, waarom zouden wij de WK niet kunnen winnen? Het is ook heel, heel logisch. Als wij hier het Gouden Kalf winnen en de televisiering... En die kans is reëel. Nou, dat sluit ik niet uit. Dat is ook goed voor je zelfvertrouwen. Ja, dat pakt. En dan ga jij misschien wel roepen dat je een goede presentator bent. Ja, dat sluit ik ook niet uit. Dat moeten we niet oppassen. Dan ga ik zingen nog een keer en zo. Maar nee, dat gaat weer te ver. Er was een onderzoeker deze week die verklaarde dat er pas in 1988 het bewustzijn echt bij het Nederlands elftal gekomen is. Niet zozeer 74, maar vooral in 88 toen Michels wat met het elftal gedaan heeft. Ook een strengere selectie erop losliet dan in het verleden. Heb je dat zo ervaren of niet? Nee, heb ik niet. Ik denk dat als je zo'n toernooi speelt, dat je altijd een bepaald gevoel in het toernooi hebt waar je mee ingaat. En dan moet je een beetje het geluk hebben dat je in een bepaalde flow terechtkomt. En dat Nederland zelf al heeft dat. En dat hadden wij op dat moment in het begin. Hadden we ook. We beginnen een toernooi. Je weet eigenlijk niet waar je staat. Je verliest ook nog gelijk. Maar daarna is wel het besef gekomen. En toen liep ook eigenlijk alles. Irritaties ook onderling wel? Ja, wel minder dan normaal. Want dat is ook wel een beetje Nederlands. Altijd op de toernooien hebben we problemen. En dat hoor je nu ook niet. Dat vind ik ook een heel groot verschil met de tijd in principe. Nou, Kuit zegt ze zijn er wel, maar we kunnen ze meteen weer oplossen met elkaar. Ja, maar dat is wel heel knap. Dat zegt wel heel veel over het bewustzijn van die groep. Maar ik vind zijn generatie, dan moeten we niet onderschatten de aanwezigheid van Gullit. Gullit die kwam met die rastaharen en die bruine benen, die kwam het veld op. En alle Russen waren geïntimideerd. Ik heb een Europacup finale gezien, ik geloof in het stadion van Barcelona. AC Milan tegen Steaua Bucharest, ja, of een club uit van achter het ijzeren gordijn. En Gullit kwam het veld op, die was niet eens helemaal fit. Maar AC Milan had al gewonnen, dat was magisch hoor. En de andere spelers die achter Gullit het veld opkwamen, die ontleenden ook zelfvertrouwen aan
de positie van Gullit. Want die man die had zo'n charisma. Dat heb ik nooit meegemaakt. Daar konden zelfs Cruijff en Van Hanegem niet tegenop. Maar ze waren ook bang voor hem, toch? Want Lobanovski zette alle spelers in de computer. Had alles geanalyseerd en gescout. En ze lopen meestal naar links en heel erg soms naar rechts. Hij zei, alleen Gullit kan je niet in de computer zetten. Want hij doet maar wat. Weet je wat het is, Wilfred? Als je die Spaanse bank ziet, hè, met Fabregas, met Torres misschien, hoewel ik denk dat hij speelt vandaag. Wij hebben in Nederland niet één op de bank zitten die aanspraak kan maken op een basisplaats. Dan weet je hoe lekker dat voor een trainer is. Dat er niet één op je deur kan kloppen en zegt, zou je mij niet keer opstellen? Maar hij kan er vaak toch wel. Dat is de enige. Ja. Dat is de enige, maar die moet je dan op een positie gaan zetten waar hij niet speelt, wat hij niet aan kan, waar hij nog nooit gespeeld heeft. En waarvan hij zelf zegt, dat wil ik eigenlijk niet. Dus ja. Hij zit in zo'n heerlijke positie. En als jij zegt, ja, er gebeurt niks. Ja, maar wat moet er gebeuren? Er kan niets gebeuren. Ja, de Boularus klopt aan bij Bert van Marwijk. Zeg, joh, laat mij spelen. Dan zegt Bert, ja, maar je hebt 4 wedstrijden gespeeld de afgelopen 5 seizoenen. Ja, dan zegt hij, dat klopt. Ja, dan gaat hij weer weg. Ja. Dat is het enige. Er kan totaal niets gebeuren. En dat is niks dat we Bert nou bagatelliseren wat hij voor elkaar heeft. Maar dat is het wel. Ik bedoel, die kleine, hoe heet hij ook weer, die Elia. Die heeft een half jaar niet gespeeld. Als die vandaag Van Persie eruit haalt, hij zet Kuyt op zijn plaats, zou Van Persie niet zeggen dat kan je niet maken. Hij heeft 4 maanden niet gevoetbald en hij heeft nog geen goede wedstrijd gespeeld. Gaat hij gewoon zitten. Dat is zijn voordeel. En daar hebben natuurlijk landen als Spanje. Als hij vanavond Torres ernaast zet, die trainer, heeft hij echt een probleem. Dat hij niet dat hij op die bank gaat zitten en zegt, joh, schij lekker uit, blijf wel over de tv zitten. Nou, René heeft gelijk, daar heeft hij al gelijk in. En Bert van Marwijk heeft nog een groot voordeel. Als je iemand van de bank in moet zetten, wordt het elftal niet eens zwakker. Nee. Want die mensen die daar zitten, die hebben geen recht van spreken, maar zet je ze in. De dan voetbal je gewoon de verder. De ziel voor die jong. Ja. Maakt allemaal niks uit. Ja. Ja. Terug even naar dat Gullit verhaal, dat is inderdaad waar wat je over vertelt, toch? Dat je dan iemand hebt die dat extraatje kan brengen. Ja, Ruud had gewoon heel veel persoonlijkheid. Aan de andere kant zeg ik ook, toen ik bij PSV kwam, toen ging Ruud Gullit weg. En toen wonnen we in 1988 ook de Europa Cup. Dus, ja. Dus het heeft wel heel veel. Het moet ook allemaal goed vallen, joh. Je kunt eigenlijk zeggen dat kijk, als Ruud Gullit weggaat in een jaar dat jij de Europa Cup pakt, ja, dat geloof je ook normaal niet. Maar soms passen dingen gewoon zo. En daardoor gingen wij ook sterker naar het EK. Kijk, als het allemaal zo in elkaar valt, dan kunnen dingen gewoon zo gaan. En we hadden genoeg kwaliteit. Alleen het moet precies zo uitkomen. Het gekke is dat we eigenlijk geen serieuze historie bijna hebben, hè, tegen Spanje. Dus het gaat bijna allemaal oefenwedstrijden enzovoort. Maar in 83 was je erbij toen, toch? Die wedstrijd, of niet? Ja, en dat was het jaar van die 12-1, of niet? Dat was het jaar van die 12-1. Ja. En jij was bij de uitwedstrijd. Dat ben ik bijna vergeten, hoor. Ja. De 1-0 nederlaag, dat jij alles moest doorkoppen. Ja. Was dat die wedstrijd? Dat ik alleen in de spits stond. Ja, en dat je alleen de aftrap hebt geraakt. Alleen de aftrap. Ja, maar speelden er toen niet alleen maar verdedigers op het middenveld? Overkamp, met God. Ja. Ja. Krol. Ja, toen had je ook 10 verdedigers en 1 aanvaller. 10 verdedigers en ja. Ja, dat was jij. Ja. Wie was de bondscoach? Dat was geen makkelijke wedstrijd. Dat was geen makkelijke wedstrijd, kan ik je zeggen. Maar die andere 10 willen allemaal de bal bij jou inleveren. Ja. En ik stond tegen 4 Spanjaarden. Oh. Maar die wedstrijd verloren we met 1-0. Thuis wonnen we met 2-1. En eigenlijk niemand had verwacht dat we natuurlijk met 12-1 door Spanje uiteindelijk nog met Malta uitgeschakeld werden. Maar waarom was jij er thuis niet bij eigenlijk dan? Geen flauw idee. Was dat met die Gullit goal van eigen helft? Ik werd nooit opgeroepen als reserve. Alleen maar als basisspeler. Ja. Dus, stond dat in je contract? Nee, maar... Ja. Dat Michels dat bij zichzelf, die moet ik er niet bij hebben. Extra verdediger erbij. Nee, dat was nog steeds Rijvers toen op dat moment. Kees Rijvers ook. Die was er toen nog steeds bij inderdaad. Kees Rijvers, ja. Mooie man ook. Dat die keer tegen wie was dat? Wie stond er in het doel bij ons? Van Breukelen. Ja. En Schrijvers nog even, hè? Ja. Schrijvers. Dat hij tegen Schrijvers iets zei tijdens de bespreking. Zei hij iets over zijn uitkomen of zo. Of wat hij moest doen. Toen zegt die Schrijvers, hoe kun jij dat nou weten, man? Je kan nog eens bij de lat. Nee, ik zei al vroeger. Ik vind wel verschrikkelijk lachen. Nee. Wij speelden een jeugd-WK. En daar zat hier Mario Been in. En hij had op een gegeven moment een bespreking. Echt. En Mario die speelde niet. En hij heeft op een gegeven moment die bespreking. En toen zegt hij, wilde nog iemand wat zeggen? Mario... Ja, Mario, wil je wat zeggen? Trainer, je wilt toch winnen vandaag? Hij zegt, als je zo gaat spelen, kan je nooit winnen. Speelde Mario niet. Dat weet ik ook nooit. Goed, terug naar die wedstrijd. We wonnen dus uiteindelijk wel met 2-1. Onder andere dankzij een doelpunt van Ruud Gullit tegen de Spanjaarden. Vanenburg. Gullit. Ruud Gullit en de poeier. Wat een goal! 2-1, Ruud Gullit. 18e minuut naar rust. Wat schiet die Gullit nadat Vanenburg dit knappe werk doet. Klein beetje verrichting veranderd, Gerald, hè? Ja. Die ontlading was wel geweldig toen. Iedereen dacht toen, we gaan er naartoe naar het EK. Toen ging het uiteindelijk toch mis door de doelpunten. Ja, ik ben blij dat het beeld ernaast niet ziet. Heb je dat gezien ooit? Nee, wat dan? Nou, ik wil juichen en dan val ik in de loop.
Lig ik daar in mijn eentje zo. Heb je dat nooit gezien? Nee. Die kunnen we toch opzoeken, of niet? Nou, doe maar niet. Kan dat nog geregeld worden vanavond? Ja, dat moeten we zeker kunnen regelen vanavond nog. We hebben verder vooral veel gelijk of vriendschappelijk tegen de Spanjaarden gespeeld. De onderlinge stand is op dit moment 4 gewonnen, 4 verloren en 1 keer gelijk. Dus daar valt weinig van te zeggen. Wat dat betreft is het wel een mooie ontmoeting op die manier. Eindelijk eens tegen de Spanjaarden. Hou je nou maar vast aan mij. En laat dat optimistische geraaskal van René maar eventjes vallen. Wij gaan dat winnen. Oh, nou, eens kijken hoe de mensen erover denken. En dat zeg ik. Dat zeg ik. Nederland heeft al 2 keer WK's in de finale gestaan. 2 keer met onwijs mooi voetbal hebben ze het niet gered. Nu spelen ze toch wat minder voetbal. Dus ik verwacht dat ze het nu wel gaan redden. Spanje is wel favoriet, maar die winnen mooi niet, want... Nederland wordt wereldkampioen. I live in Johannesburg and I decided to fly to Holland on Friday night. So I've arrived yesterday and I couldn't be, it's a dream thing for me. Why is Holland going to win? Because I support a winning team. Wij zijn meer een team dan Spanje. Ze hebben veel meer individualisten. Wij zijn veel beter. Nou, ik denk dat Nederland kampioen wordt, want dat mag ook wel een keertje. Ik heb ze nog nooit iets zien winnen. Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hempie staan. We zijn er allemaal klaar voor. Het volk is klaar, wij zijn klaar, het elftal is klaar. Dus vanavond gaat het gebeuren. Con los españoles hacemos pulpo a la queco. En dan zeggen wij Nederlanders altijd, y nosotros vamos a ganar. Olé. Dat zeg ik. We hebben het even nagekeken. We hebben de beelden niet meer van jou, Gerald. Gelukkig. Zonde inderdaad ook. Vind je trouwens dat er een vrije dag gegeven moet worden dinsdag, Johan, als we wereldkampioen worden? Kaak en schuit uit Vianen? Beetje, hè? Nee. Want laten we blij zijn als een wereldkampioenschap onze economie goed doet. En als je uit gaat rekenen een vrije dag geven wat dat kost, dan ben je er niks meer opgeschoten. Dus dat vind ik ook onzin, hoor. Je kunt niet overal een vrije dag omgeven. Jan Joost, Arjen Robben gaat vanavond het verschil maken. Dat doet hij. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat doet hij het hele jaar al. Ja. Dus. Ik denk dat Robben. Ik vind de backs van Spanje verreweg het matigst. Ik vind Robben een begenadigd voetballer. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, en dat was ik eens met. Ik weet niet meer wie dat zei. Die Pedro van Spanje, nadat het iemand af moest leggen en de wedstrijd beslissen, werd gewisseld. Kreeg meteen op zijn kloten, denk ik. Puzol heeft hem bij zijn strot gegrepen. En Robben deed dat eigenlijk hetzelfde. Die had hem ook in die laatste actie af moeten geven aan Van Persie. Ik ben benieuwd of hij dan ook in die groep gecorrigeerd wordt. Want het is wel altijd. Alleen maar Robben. Robben heeft dat vaak. Hè? Dat hij, of hij ziet het niet, dat hij oogkleppen heeft. Of hij is op eigen succes. Maar dan kan je er niks aan doen. Dat is zelfs Suárez gisteren. Als jij maar voor 1 optie kiest, dan kan je als spits wel eens gaan zwaaien. Maar als hij het niet ziet, ziet hij het niet. Houdt het op. Maar het is veel triester als dat hij kijkt. En hij doet het toch niet. Ja. Maar het hoort ook bij je kwaliteit als voetballer dat je overzicht hebt. Vooral de spitsen is dat vaak. Ja. Pas we dat er in de achtergedachte in. Wat jij steeds over Van Persie zegt, dat hij niet helemaal fit is en nog niet gebracht heeft wat hij kan brengen. Dat eigenlijk ook geldt voor Robben. Stel dat ze vandaag allebei wel zouden kunnen hebben. Ja. 100%. Word je dan iets hoopvoller? Althans, word je iets realistischer? Kijk, het is allemaal niet zo moeilijk. Die Bert heeft nou 2 dagen zitten vergaderen met Frank de Boer en Cocu. Maar deze wedstrijd moeten Van Bommel en De Jong hun werk echt meer dan 100% doen. Snijdertje moet boven zichzelf uitstijgen. Robben moet boven zichzelf uitstijgen. Van Persie moet de wedstrijd van het toernooi spelen. En Kuyt moet zijn stinkende best doen, maar dat doet hij. En dan moeten die Spanjaarden een mindere dag hebben. En dat kan altijd gebeuren. Ja, dat kan altijd gebeuren. Zojuist door. De opstelling is binnen. Torres op de bank, Pedro in de basis. Nou, dat vind ik heel wat. Hetzelfde dus als in de halve finale. Ja. Dat vind ik onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Maar Torres heeft toch eigenlijk nog niks gebracht in dit toernooi? Nee, maar Torres is Torres. Als je wereldkampioen wil worden, dan denk ik dat je Torres op moet stellen. Tuurlijk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Pedro ten opzichte van Van Bronckhorst qua snelheid en dingen. Maar Van Bronckhorst, dat is de grootste verrassing. Want die werd in de Nederlandse competitie door modale rechtsbuitens weggespeeld. Ja. Die jongen doet het uitstekend. Ja. Hij heeft nu natuurlijk... Eigenlijk speelt hij vanavond tegen Ramos. Tegen de rechtsback van Spanje. Ja. Hij heeft nog geen rechtsbuiten. Nee, maar als hij lekker in de zone kan spelen, doet hij dat prima. Geen probleem. Tegen Pedro ook? Ik moet maar die kun je rustig naar voren laten gaan, want die heeft toch geen overzicht. Nee. Okay. Wordt Sneijder de speler van het toernooi, denk jij, Gerald? Ik denk dat het vanavond afhangt van de belangrijkheid die ze hebben in de wedstrijd. Of Fila of hij. Ja, maar dan vraag ik het ook aan je. Denk jij dat hij de wedstrijd gaat beslissen voor Nederland? Ja, hij heeft Nederland, dus ga ik ja zeggen. Maar
Ik vind het ook heel moeilijk. Het zijn zoveel ze hebben zoveel kwaliteit dat het om hele kleine dingen zal gaan. Maar er hangt iets om hem heen op dit moment. Er hangt een soort flow om hem heen die maakt dat het Nederlands elftal daardoor wel meegenomen wordt. Hè? Maar hij is de speler van het seizoen eigenlijk. Absoluut. Ja. Alleen Pelé heeft het ooit een keer weten voor elkaar te krijgen door alles te winnen en ook nog wereldkampioen te worden. En Jolante is erbij aanwezig, dus dat kan ook nog schelen. Dat heeft een positieve invloed op hem. Ja, dat merk je echt heel duidelijk. Ja. Dus de aanwezigheid van haar vandaag, dat weet je ook alles van de Liefde, dat inspireert toch? Of niet? Weet ik heel veel van Anne van de Liefde. Ja, nee, absoluut. Maar je ziet ook wel, en dat is wel een voordeel, ik bedoel, dat zou Johan ook herkennen. Je ziet aan hem alles wat hij doet, is goed. En er hangt er echt een soort aureool om hem heen. En het kan hem niet meer schelen. Ja. Hij is onoverwinnelijk. Ja, maar als hij een duet met Jolie moet zingen, doet hij het ook. Dan is het nog een succes ook. Maar dat is op zich ook niet zo raar. Hè? Kijk, wij zitten net te doen of dat gek is. Wij halen elke keer al die kranten. Dan hebben we zo'n stapel kranten. Dat zijn er 14. Alle koppen. Spanje, Italië, Engeland, Portugal. Alles opent met Sneijder. Pagina 2, Sneijder. 3, Sneijder. 4, Jolante met Sneijder. 5, Sneijder. Ja, daar krijg je wel zo'n paal ook van als je daar zit te kijken. Die Sneijder, als hij die krant op hebt, dan gaat hij de Polonaise lopen als hij ze uitgelezen hebt. Ja, vind je het gek dat die jongen vertrouwen hebt? Heb je al één krant over Van Persie gelezen? Nee, heel weinig. Spaanse of Italiaanse. Daar wordt niet over gerept. Van der Vaart wordt niet over gerept. Robben. Enigszins. Maar Sneijder is de grote man van ons. Ja, Jolante staat op 1 bij de spelersvrouw op dit moment van het hele WK. Ja. Dus dat kan ook nog een opstekertje zijn. Ja, maar Jolante is ook de enige die zich profileert. Dus dan sta je al gauw op nummer 1. Nou, er zijn er nog wel een paar andere. Jawel, er zijn wat andere vrouwen, maar die zie je niet in de showprogramma's doorlopend. Nee, het levert prachtige plaatjes. Maar ik gunde dat van harte hoor. Maar het is wel een mooi plaatje. Maar jij zegt, hè? Ja. Ik bedoel, hij blaakt al van hetzelfde. Ja, alles gaat over hem. Maar kun je ook op een gegeven moment in een soort sfeer terechtkomen dat je stoned bent van het succes en dat niet meer werkt? Nee, hij heeft zo veel vertrouwen getankt. En ik vind dat in de interviews dat hij heel redelijk en nuchter dat heeft overkomt. Hij alles mee te maken. Hij loopt niet naast zijn schoenen. Alles, hij zegt geen gekke dingen. Alles wat hij altijd gewild heeft, heeft hij nu. Zou Robben niet de speler van het toernooi kunnen worden? Is ook genomineerd. Als hij hem beslist. Ligt een beetje aan vandaag. Maar... Ja, dan moet hij de twee inschieten. Ja. Want daar kijken ze dan erg naar. Maar qua voetbal is Wesley de man die ons leidt. Maar eigenlijk qua teksten misschien ook. Want als er iemand het leukst is om te interviewen. Hij blijft altijd zichzelf. Hij heeft altijd een goede babbel. Sneijder is ook echt leuk om een gesprek mee te hebben. Zeker. Eigenlijk als een van de weinigen. Want ik hoorde jou van de week over dat het leuker was om toen te praten. In de tijd terug met internationals. Nee, geloof ik direct. Maar Sneijder is echt nog wel uitzondering. Sneijder die geeft nog gewoon antwoord. En de rest kun je, als er een vraag gesteld wordt, hier ook gewoon invullen wat ze zeggen. Nog 1 uur en 5 minuten, dan gaat het gebeuren. Ja. Ja. En dat betekent dat we een laatste luchtpost... Ja, ik hoop dat hij op tijd komt. Hij moet wel heel snel vliegen. De laatste luchtpost hebben voor deze uitzending richting Oranje in Zuid-Afrika. Van deze gelegenheid wil ik even gebruik maken om alle kijkers te bedanken die ons fantastische kijkcijfers hebben bezorgd. U moet niet denken dat het komt omdat wij zo goed zijn, want dat heeft te maken met de oranje hype. En dat heeft vooral te maken met Bert van Marwijk en met de internationals. Die bepalen onze status. Al begrijp ik best dat u naar ons wilt kijken, want wij zijn in ieder geval onszelf. En in andere programma's zitten ijdele heren om de hete brei heen te draaien. En hier zitten ook ijdele heren. Maar wij zeggen in ieder geval wat we ervan vinden. En ik vind het bijna minachting van de kijker als je aan tafel schuift en je mond houdt. Dat is de bedoeling niet. Dat is de opzet van zo'n programma niet. En ik wil de kijkers ook nog even duidelijk maken dat onze fantastische presentator Wilfred Gené, die komt een beetje pedant over. En dat is hij ook. Maar als je hem beter leert kennen, is het echt een hele prettige collega. En soms ook nog wel een aardige jongen. Gefeliciteerd. Want ik wil niet achteraf me gelijk halen, maar ik was zo'n beetje de enige in dit land die 4 weken geleden al zei dat we wereldkampioen zouden worden. Want Bert van Marwijk beschikt gewoon over de beste spelers. En die grote 4, die hebben het tot nog toe een beetje af laten weten. Maar de grote 4, die moeten we koesteren. En die grote 4 gaan vanavond het verschil maken. En die maken ons wereldkampioen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Ik zou zeggen, zet de champagne maar koud. En dan wil ik ook nog wat zeggen over deze prachtige duif.
Ik weet niet welke mafkees van een tv-maker het bedacht heeft om zo'n aardig dier te misbruiken voor een of ander lullig item. Die wordt een warm jasje aangetrokken en die wordt dan met een boodschap de wijde wereld ingestuurd. Het is te gek voor woorden. Ik denk dat ik die duif gewoon de vrijheid geef. Daar heeft die duif het volste recht toe. Ga maar lekker weg, jongen. Ga maar lekker weg. En Marianne van de Partij van de Dieren zal trots op me zijn. Ja. Nou, zet hem maar koud, heb ik net gehoord. Ja, zet hem maar koud. Ik begreep trouwens dat het niet helemaal goed ging met die duif, toch? Laten we nee, ik had een klein bedrijfsongelukje, want ik liet het arme beest lekker wegvliegen en als dank scheet hij me in mijn hand. Misschien is het wel aardig om daar even naar te kijken. Zie je dat? Niet te geloven. Pokkenduif. Ik geef je dan de vrijheid. Scheet hij op mijn hand. Maar dit is toch een sterrenrestaurant, dat kunnen die mensen er nog wat bij hebben. Gerald, voorspelling. We noteren ze gewoon allemaal, we komen er straks op terug, hè? Verlenging. En dan? Winnen we, 1-0. 1-0. Jan Joost? 1-1 na 90 minuten. Nee. En dan? Penalties en winnen we? Of? Nee, wij maken de winnende in de tweede verlenging. 2-1. Ja, ik blijf voluit 2-0 voor Spanje. 0-2 Spanje. Johan, toch? 1-1. Verlenging 2-2. Penalties. En wij maken overuren tot een uur of 4. Uitstekend. Gaan we tot 4 uur door? Ja. Gemiddeld bijna 4 doelpunten per finale, blijkt uit de historie. Dus dat zijn er dan 3-1. 3-1 voor Nederland gewoon. Noteren we bij deze even. Gerard, wat wordt het? Hoeveel? 2-1, zei je. Wat stond jij nou te doen? 3-2. Nee, iedereen ging deze t-shirt omhoog. Dus iedereen zei, ik word nat. Ik zeg, nou, dat heb ik ook. Dus liet ik even zien. Het lijkt me toch heel normaal. Ja, ja, nee, dat lijkt mij ook, Gerard. Ja. Waarom heb je geluid? Ja, je hebt geluid. Ben je binnen of niet? Ja? Is ik ben er klaar voor. Ja, helemaal ja. Goed. Dan bedank ik de mannen voor dit moment. Ernie Brands trouwens ook. We zien elkaar straks natuurlijk weer. Hopelijk als het gaat... Oh, Ernie trouwens, voorspelling, ja. 2 in Spanje. Hey, Ernie. Wacht. 2 in Spanje. Ja, echt waar? Ja, ik ben een oranje fan. Ik heb liever het oranje, maar ik zeg 2 in Spanje. 2 in Spanje, oké. Okay, ja. Zie je, zo lief is hij helemaal niet. We gaan ervoor, hè? Ja, natuurlijk. Geen gezeik met z'n allen. Straks, na de uitzending, na de wedstrijd natuurlijk. Nederland tegen Spanje zijn we er weer. Hier vanuit de Koelhuis in de Scheveningen. En we gaan er natuurlijk uit met Gerard Joling. En alweer een goal. Het is alweer zo lang geleden dat wij echt om de titel streden. We hebben lang gewacht op dit moment. Als 12e man staan wij erachter, iedereen tot zijn karakter. Nu dit oranje is echt ongekend. Dus laat je gaan. Zo'n kraler hebben wij lang niet gezien. Kom aan! Oranje wordt weer kampioen. En daar kan niemand iets aan doen. Oranje is de favoriet. Want verliezen doen we niet. De ballen vliegen in het rond. Of door de lucht, dan door de grond. Ja, onze leeuw vechten. Dan blijven we winnen. Anders gaan we er toch niet aan beginnen. We zetten onze vijand buitenspel. We winnen overwel met deze knapen. Die kunnen best een balletje wagen. Het zijn de nieuwe toppers, dacht het wel.
We gaan geen gevecht meer uit de weg. We doen precies wat van ons wordt verwacht.